Dames en heren, mijn naam is Ed Nijpels, ik ben voorzitter van de Arbe Bonnema Stichting. En ik ga u straks iets vertellen over de stichting en over de prijsvraag die vandaag aan de orde is. Maar allereerst wil ik graag het woord geven aan onze gastheer van vandaag, dat is Rijksmuseum in vorm van de directeur, Tauke Dibbers. Graag aan jou het woord. Dank Ed. Welkom allemaal, mevrouw Bonnema, juryleden van de Abe Bonnema Prijs en natuurlijk de genomineerden. Het Rijksmuseum verbindt mensen, kunst en geschiedenis. Dit doen wij door onze programmering in het gebouw en buiten het gebouw. En dat gebouw speelt daarin een belangrijke functie. Zo sloten wij afgelopen maand de familiemaand af in het Rijksmuseum, waarbij 40.000 families met kinderen het museum bezochten. En 40% van deze families was voor het eerst in het Rijksmuseum. En dat laat maar zien dat ze een onvergetelijke herinnering hebben, in een gebouw zijn geweest waar ze rond konden dwalen en waar je blij van wordt. En vandaag gaat het over gebouwen waar je blij van wordt. En natuurlijk over verbinding, iets wat wij hard nodig hebben in de samenleving. Dank. En natuurlijk heel hartelijk dank aan het Rijksmuseum en alle medewerkers die dit ieder jaar weer mogelijk maken. U weet dat wij één keer per twee jaar hebben we de grote Abe Bonnema Prijs en twee keer per jaar de jonge Abe Bonnema Prijs voor jonge architecten. En we mogen iedere keer mogen we hier het gast zijn, dat waarderen wij buitengewoon. Natuurlijk wat mij betreft ook een hartelijk welkom aan Marcella Bonnema, de weduwe van Abe, aan wie we dit allemaal te danken of te wijten hebben. Want dat was een buitengewoon bijzonder figuur. Ik weet niet of degene of u zich allemaal heeft verdiept in de achtergrond van Abe Bonnema, maar het was me een werkwaardig type. Een beroemde Friese architect die monumenten heeft achtergelaten in Tilburg, maar ook in Rotterdam, maar ook in het verre noorden, met zijn hele bekende architectuur en met zijn bijzondere hoekige inborst. Het was tamelijk ingewikkeld om met Abe een normale conversatie te voeren over de kwaliteit van architectuur, want binnen de kortste keren zat je in een heel ingewikkeld debat met hem. En alles wat je tegen hem inbracht, als het ging over architectuur, over misschien een wat andere invalshoek, dat werd genadeloos, werd dat van tafel geveegd. Dat was zijn inborst. En dat heeft hij ook vervolgens uitgehaald toen hij kwam te overlijden. En toen hij kwam te overlijden, toen bleek dat hij een behoorlijke vracht met geld had achtergelaten. En daarvoor had hij ook twee doelen bestemd. Het ene doel was het onderzoek naar kanker. Dat is waar hij uiteindelijk aan is overleden. En het tweede was onderzoek en promotie van zijn stijl van architectuur. De manier waarop hij tegen het fenomeen architectuur aankeek. En dat waren dus de twee doelstellingen die hij had meegegeven aan degene die zijn testament moesten uitvoeren. Een van de bijzondere dingen was ook dat ik via zijn testament ben benoemd zonder dat ik het wist tot voorzitter van de Abe Bonnema Stichting. Dat was een van de verrassingen. Een van overigens de meest bijzondere verrassingen van Abe Bonnema was dat hij in zijn testament zo'n dikke 20 miljoen euro had nagelaten voor de nieuwbouw van een Fries museum op een bepaalde plek in het hartje van Leeuwarden. Nou, dat gaf een revolutie in Leeuwarden. Want waar bemoeide iemand zich van mee? Waarom zou de nieuwbouw moeten komen? En waarom zou het op die plek moeten komen? Kortom, er ontstond een cacofonie aan politieke geluiden in Leeuwarden. En de bevolking was zwaar verdeeld. Want hoe haal je het in je hoofd om het midden van Leeuwarden, met allerlei historische gebouwen en met allerlei andere hele lelijke gebouwen, om daar een nieuw museum weg te zetten? Dat werd een soort publiek debat, wat zo'n jaar heeft geduurd. Er werd een referendum gehouden onder de bevolking van Leeuwarden. De bevolking die zegt, geloof ik, met een hele kleine meerderheid nee. Maar voor ons heeft de gemeenteraad toch ja gezegd.
Ik was in die tijd commissaris van de Koningin. En de provincie zou ook bijdragen aan de nieuwe bouw. Maar ja, ik had een dubbel positie en voorzitter van deze stichting. En commissaris van de Koningin. En ik werd ervan verdacht door de oppositie dat ik het testament had vervalst. En dat er dus helemaal niet in zou staan dat er een nieuw Fries museum daar midden in Leeuwarden zou moeten komen. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Er is een besluit gekomen. De provincie en de gemeente waren het met elkaar eens. De Abe Bonema Stichting die kon zijn eerste forse donatie geven. En er is uiteindelijk een schitterend Fries museum gekomen. Het heeft geleid tot een herinrichting van die binnenstad van Leeuwarden, de Voerstreek. En iedereen is daar nu eigenlijk heel gelukkig mee. Een prachtige invulling van wat voorheen toch wel een van de meest lelijke plekken was van de stad Leeuwarden. Dus het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Maar het is allemaal goed gekomen omdat Abe Bonema dat ei in dat koekoeksnest van Leeuwarden had gegooid. Dat even over de Abe Bonema Stichting als het gaat even om onze grootste activiteiten. De afgelopen jaren, zijn we aan de slag gegaan met de Abe Bonema Prijs voor jongen. En voor de bejaarde architecten, zeg ik even bij, voor de wat oudere architecten. En we zijn natuurlijk ook aan de slag gegaan met het stimuleren van het onderzoek naar kanker. En zo geven wij ook regelmatig kleine bedragen aan mooie initiatieven in Friesland of in andere delen van het land. Die bijdragen aan de geschiedenis en aan het debat over de architectuur. Dat is eigenlijk ook iets wat wij heel graag willen met deze prijs. Debat over de architectuur, debat over het architectuurbeleid, debat ook over de kwaliteit van de architectuur. En vandaag wordt er ook een lezing gehouden door George. En die zegt een kritisch optimisme over de architectuur. En er is eigenlijk heel veel reden om daar op dit moment in ons land over te debatteren. Op 23 november heeft Kirsten Schipper in Groningen gepromoveerd op een proefschrift over het architectuurbeleid in ons land. En ik raad u allemaal aan om dat boek, als het al verkrijgbaar is, om dat aan te schaffen. Want het geeft ook een mooi beeld van hoe dat debat over architectuurbeleid, over de zelfstandige betekenis van architectuurbeleid, hoe dat in ons land al die jaren is verlopen. Er zijn ups en downs. En zonder dat ik nou, ik ben altijd een rasoptimist, maar zonder dat ik dus mijn optimistische karakter nu eigenlijk schade wil aandoen, is het toch reden om bezorgd te zijn. Als we kijken naar een aantal interviews die de afgelopen maanden zijn gehouden door vooraanstaande architecten, als je kijkt naar de situatie bij de grote architectenbureaus, dan is op dit moment is er toch een zorgelijke situatie. Grote architectenbureaus en ook kleinere moeten afschalen, omdat er gebrek is aan opdrachten. En dat wordt voor een deel veroorzaakt door de economische situatie. En met alles wat eraan vastzit, COVID en de nawerking en natuurlijk het stikstofbeleid. Maar het wordt ook voor een deel veroorzaakt omdat we te weinig durf hebben om door te pakken als het gaat over de grote bouwopgave in ons land. Ik hoef u niet te vertellen, want u komt hier naartoe en u heeft er nog een beetje verstand van, of misschien heel veel verstand van. We moeten in Nederland een kleine miljoen woningen de komende jaren bouwen. En daar is een hele grote urgentie. Het is natuurlijk eigenlijk schandelijk dat we in een beschaafd land als Nederland, dat we op dit moment een tekort hebben aan 300.000 woningen. Dat is gekomen omdat we volkshuisvestingen voor een deel hebben afgeschaft, omdat we een departement hebben opgeheven en omdat we alles aan de markt hebben overgelaten. De markt is een mooi ding, maar de markt vraagt wel om een strenge marktmeester. De markt moet begeleid worden en je moet die markt toelaten op die plekken waarin de markt ook echt kan functioneren. En dat is de afgelopen jaren niet het geval geweest. En daarom zitten we dus nu met een schrikbarend tekort aan woningen en vluchten, jongeren. Vluchten de grote stad uit en kunnen nergens terecht. Dus dat is een serieus probleem. En daar wordt de architectuurwereld wordt daar op dit moment ook mee geconfronteerd. En los daarvan is natuurlijk bij een vraagstuk waar de urgentie van afspat, is het ook de vraag of je dan nog genoeg zicht blijft houden op de kwaliteit van wat je bouwt. Want natuurlijk, omdat het vraagstuk zo urgent is, zijn we geneigd om daarbij heel snel toe te slaan. En eigenlijk alles wat die snelheid belemmert, om dat aan de kant te schuiven. En soms is dat nodig als het gaat om regels, is het gewoon goed. Dat als je als samenleving wordt geconfronteerd met een grote maatschappelijke nood, dat je dan een doorbraak forceert. En dat is ook nodig op het terrein van de volkshuisvesting. Maar dat neemt niet weg dat je tegelijkertijd ook
moet kijken hoe je zo'n beleid, hoe je dat ook samen laat gaan met de kwaliteit. En het debat over architectuur betekent ook een debat over kwaliteit. Architectuur is een onderdeel van het cultureel beleid. En dat moet je ook als zodanig, als een zelfstandige kracht beschouwen. Niet geïsoleerd van de rest van de discussie, maar wel samen. Maar wel dat debat voeren over de kwaliteit van de architectuur. En een derde punt van zorg is natuurlijk even de huidige politieke situatie. De grootste politieke partij van Nederland heeft in zijn verkiezingsprogramma staan dat alle kunst- en cultuursubsidies moeten worden afgeschaft. We gaan dus weer een beetje terug naar de tijd van Rutte 1, waar we een rampzalig cultuurbeleid hebben gehad, wat nog steeds trauma's veroorzaakt in de culturele wereld in ons land. En ik hoop toch van ganse harte dat de partijen zo verstandig zijn om dit soort ingrepen niet meer te doen. We hebben gezien tot hoeveel schade dat heeft geleid aan culturele denken, aan de culturele infrastructuur in ons land. En dat willen we niet opnieuw hebben, dat moet niet opnieuw gebeuren. En dat gaat dus ook voor de aandacht voor het architectuurbeleid. Dat was wat ik even kwijt wilde. We gaan nu naar het programma vandaag. Het programma gaat van start zo dadelijk met een lezing door George Fragliotis, die hoogleraar is over de theorie van de architectuur en de digitale cultuur aan de TU van Delft. Hij zal zijn reden zal hij in het Engels houden. En zijn reden heet ook in de richting van een cultureel, maar wel een kritisch cultureel optimisme over het architectuurbeleid. Wij zijn heel benieuwd wat hij daarover gaat zeggen. Na de lezing van George gaan wij over tot een presentatie van de eerste groep van genomineerden. We hebben om 3:30 hebben een kleine pauze en daarna gaan we verder met de laatste twee genomineerden. Vervolgens zal rond 4:30 zal Meta Knol, de voorzitter van de jury, zal het oordeel van de jury presenteren. En daarna gaan we de prijzen uitreiken. En rond 5:00 zijn we klaar en dan gaan we aansluitend gaan we aan de drank. Dus dat is ongeveer het programma. Ik wens u in ieder geval namens het bestuur van de Abraham Bonema Stichting wens ik u een buitengewoon plezierige middag. Het is altijd spannend, hè? Ik heb zelf een paar keer in zo'n jury mogen zitten over het mooiste gebouw. En dat waren hele slachtpartijen, hele vechtpartijen over wat dan mooi is en wat dan voorgaat en niet. Dus het is een hele ingewikkelde discussie. Ik ben blij dat ik daar volledig buiten sta. En dat ik dus straks alleen maar het juryrapport in ontvangst hoef te nemen. En dat ik geen oordeel hoef te hebben over de prachtige kwaliteit van de inzendingen. Ook dit jaar weer in 2023. En waar ik heel erg blij om ben, is als je dan discussieert over het architectuurbeleid, dat je eigenlijk alleen maar de boekjes van de Abraham Bonema prijs van de afgelopen 10 jaar aan iemand hoeft te geven om te laten zien wat er in ons land mogelijk is, doordat we architecten de ruimte te geven om aan de slag te gaan met soms nieuwe gebouwen, soms met verouderde gebouwen. Ik geef graag het woord aan George. Yeah, excellent. Thank you so much. Next time in Dutch, I promise. But I got the point. So thanks for having me. Dear Marcella Bonemar, dear Knijpers, dear Taco Tibbets. He left, okay. And dear members of the Bonema Foundation, especially the jury and dear Mark, thanks for bringing me here. I'm really honored to speak to you today, because yeah, actually we are here to discuss a topic of great importance, I think, great importance in our world, not only in architecture, and this is optimism, right? Optimism, or I would say critical optimism. Now, you might wonder, maybe, isn't optimism just a fancier word for hope? Well, while hope is the light of the end of the tunnel, to take a metaphor, optimism is the torque we carry to light our way to the end of the tunnel. So it's about collaborative action and not just passive waiting. Hope is the, let's say, floating dream. But critical optimism is the planning and the doing.
It's taking the leap of faith, knowing very well that we might stumble. So being an optimist means also being to take a risk, right? Because you have to decide something. Now, let's connect this to architecture. And it's at its heart, optimism is the driver, of course, of our discipline. It's not just a nice to have, it's a must have. Every line we draw, every design we envision, every decision a jury has to take is steeped in the belief that we are creating a better tomorrow. Our blueprints are optimistic affirmations that we can enhance people's lives. So we believe that we can create a better world for the people. But hold on, isn't this view a bit too rosy tint, a bit too pink? Is it too easy to just say, yeah, we are an optimistic discipline anyway, right? Perhaps. But if it were this simple, we would rather wrap up this talk and head straight to the awards ceremony today with Mark and Meta, and to celebrate those inspiring projects that embody this very optimism of our discipline. I confess, when I first pondered over this topic, when I hear the topic, I was really thrilled. What a fantastic subject, I thought. It resonates with me personally and also professionally. But then a second, more cautious thought followed. In raising the banner of optimism today, so to address optimism today, are we admitting a deficit maybe of optimism in our current practice? So is the reason why we need to talk about optimism the deficit, that we need more optimism? Amidst the whirlwind of local, national, and global challenges, not to mention those of a planetary scale, we have lost the optimistic spirit needed to navigate these turbulent waters, or not? I refuse to believe so. In my opinion, the time couldn't be better to think about optimism in architecture. Almost 50 years after the 1972 Club of Rome study, The Limits of Growth, we have the opportunity, but also the responsibility, to recalibrate our discipline, to recalibrate architecture, and give it a new design foundation for the society of the future. One thing is pretty much certain, I think. We will no longer save the planet with pen and paper. We find ourselves in what can only be described as an era of urgency, a time marked by significant upheaval and unrest, unrest with my microphone, but also in the times we're living in, technological, economic, social, and most profoundly, ecological. Yes. I am pretty much optimistic that we will fix the problem within seconds. I should continue. Is the mic on? Yeah? Let's think about optimism and imagine my mic would be on. I could, nah. See? Okay. So, I mean, that's the best proof of the topic today, right? Just keep your optimism. So, as we come together here to discuss the topic of optimism, far-reaching decisions are made. Being made in Dubai at this year's climate change conference. These global gatherings, as we know, are more than just a meeting. They are very, let's say, political, practical, but also science-driven happenings with a goal to take action. However, as we have learned from recent interviews with the current chairman of the conference, who also happens to be the president of the local oil empire, navigating these urgencies is often married by double standards. So let's not be naive. The path to addressing
the big challenges of our time was never promised to be straightforward or fair. Nonetheless, it's crucial to step back and look at the bigger picture. In understanding the broader context, we gain a clear perspective on these big challenges. It's a reminder that in our pursuit of solutions, whether in architecture, technology, or environmental policy, we must remain ever mindful of the interconnectedness of our actions and their impacts on both the digital and the ecological world. The genesis of the climate change conference about 30 years ago in the early 90s marked a great moment in our global environmental conscience. This period was also known for another monumental development, the birth of the internet at CERN in Switzerland. Initially a tool for swift and easy information exchange between or within the scientific community, it has since evolved into the big backbone of what we know now as the so-called network society. This term, by the way, introduced in 1992 by Dutch scientist Jan van Dijk, very important, captured the essence of this new, back then new, interconnected area. In the same year, 1992, Abe Bonema brought to life the Delftse Poort Towers for the ING Bank Insurance Company in Rotterdam. These towers, with their mirrored facades, not only reflect the surrounding cityscape, the urban cityscape, and the ever-changing skies, but also symbolizes the dynamic spirit of Rotterdam, a city I and my family had the pleasure of calling home for the past 2 years. Bonema's towers were a gesture of a time of transition between the post-industrial society that took shape after the 70s and the early 80s and the so-called network society of the 90s. As the period of reconstruction wound down, traditional crafts and manufacturing gave way to a more information-based economy and the rise of immaterial labor surrounded by or embedded by new neoliberal economical models. This shift saw a transition from local production to global services, leading to a boom in the construction of office buildings, structured that, or buildings that are right now, as we know, more often than not empty, facing either demolition or a concept of reusing. As we move to the 2010s, the data society fully unfolded. This area has been marked by everything from platforms for delivery services, Uber Eats, to the propagation of a deep fake, from the advance of machine learning to the creation of AI-generated images and text as we use it every day with ChatGPT. I think really, it's only now, in this very moment, that we are truly beginning to grasp the full implications of living in a data-driven society. This evolution from the early days of the internet to the mirror towers of Bonema, reflecting a changing society to the present data-centric world, underscores a big and deep transformation of society. So the key question for us, even today, is what does it mean to design in a society that seeks its balance between artificial intelligence and the datafication of all areas of our everyday life, the housing crisis, and the urgent environmental issues? Today, the cultural space is far too digital to be understood only in a cultural sense, just as the digital space is far too cultural to be understood only digitally. Technological questions always imply culture questions and vice versa. This may sound like a truism at first, but believe me, it's often not self-evident. The role of buildings in this context cannot be overstated. Buildings are more than just structures. We spend more than 80% of our time every day in buildings. They are essential components of our social fabric, be it at home,
workplace, school, buildings play a crucial role in our personal narratives. Every architectural space set the stage for human connections and interactions. Buildings are like hubs that connect us with a broader community of a city or a neighborhood. Today we are witnessing an area where the lines between human and machines, between design and data, are increasingly blurred. Machine learning tools, like machine learning tools such as the ChatGPT, changed not just the design tool itself, but also our fundamental approaches of storytelling, of creation, or even of communication. The written word, traditionally a static medium, is evolving into an interactive dialogue, a synergy of human insight and machine intelligence. Reading is transforming into a collaborative journey as algorithms learn to suggest and to even speculate. These shifts signal a new chapter in reading and writing and the entire way of communication. So today, I would say, architecture is about crafting aesthetic ecosystems that integrate the physical and the digital, enhancing human experience in a world increasingly defined by data and artificial intelligence. Sam Altman, the founder of public face of OpenAI, which is the company inventing this ChatGPT, in his very, very early interview, so this is always almost 8 years ago at Stanford University, not only highlighted the significance of so-called generalist thinking, but also, without knowing, of course, underscored a fundamental truth about the role of architects in our data society. Altman's emphasis on the importance of the generalist is shaping the future and tackling the complex challenges of our era resonates deeply with the field of design. His call for a broader, more integrative approach in an era of increasing spatialization or over-spatialization is not just refreshing, but also deeply relevant. Altman advocates for the ability to come together, to weave together diverse fields, ideas, and disciplines as being crucial for fostering innovation and progress. Altman's viewpoint is a clarion call for a more holistic approach, again, we have to say, in the data society. This involves an ability to connect the dots across different spheres, disciplines, crafting solutions that are as human, as technologically sophisticated, as they are aesthetically pleasing. For architects, this means it's about being a connector, a curator in our data society, bringing together design data with environmental data, with urban data, with material data, with behavior data, to create spaces that are functional, beautiful, and also socially and environmentally responsible. In other words, architects are curators of experience in our data society. Hans Hollein, the famous Austrian architect, was a visionary who, as a member of the, as we know, architecture avant-garde of the 60s, foresaw the evolving role of the architect at the intersection of early digital culture and the upcoming post-industrial society. His work and ideas were about redefining the boundaries and possibilities of our own profession. One of Holland's most iconic performances, the so-called mobile office, perfectly encapsulated this pioneering spirit. In this performance, he is depicted in a transparent bubble, so we are the 60s, don't forget, working, surrounded by then new media and communication technologies. This image has become emblematic of the medialization of design and the architect's role within it. It powerfully illustrates the concept of the architect as a singular, forward-thinking individual adept at navigating the emerging landscape of digital technology.
Well, while this image remains very influential and it's often referenced for its foresight and for its vision, it might also be somewhat weird or a bit outdated in the context of today's world. The contemporary practice of architecture are indeed, and indeed many creative and professional fields, has shifted to a more collaborative, team-based approach. While Holland's work remains a profound source of inspiration, it also invites us to reflect on how the role of the architect and the nature of architectural design has evolved from the post-industrial society to our data society. Exploring the role of the architect in society through the lens of critical optimism is a fascinating approach. So let's delve into three, examples that embody this concept. The first one is about creating institutions based on critical optimism. That means it's not about the individual contribution of a single architect or a single designer. It's more about creating open knowledge platforms, institutions, knowledge hubs for informing and engaging with society. This approach reflects a broader and very much more collaborative vision of architecture, where the focus extends beyond designing buildings to fostering informed communities and participatory urban development. The establishment of the so-called Bouwcentrum Rotterdam in 1948 by Jan van Ettingers marks a significant chapter in the history of architecture and urban planning in post-war Netherlands. Founded initially as a statistics office to document the damage inflicted on Rotterdam by the Second World War, it evolves into a great institution that bridges design, statistics, the building industry, and the socio-economic realities of people's everyday life in post-war Netherlands. The Bouwcentrum played a great role in shaping the post-war landscape of the Netherlands and beyond. Working with collected and classified data about buildings, the built environments, about urban places and cities, architects and researchers collaborated on a variety of projects ranging from industrial housing and urban planning to material standards or new material standards and building optimization. So this institutional approach was very instrumental in rebuilding and also reimagining architecture in the wake of the war's devastation. One of the most notable creations of the Bouwcentrum was the first exhibition pavilion designed by Brooks in 1948. This little, not really little, but round building, envisioned a publicly accessible information center for architects, and it was also a symbol of recovery. In a time when building materials were very scarce, the construction of such a project was not only an economic or a big economic investment, but also a national symbol of critical optimism. Exploring the Bouwcentrum as a subject of study is indeed fascinating, especially considering its historical significance and the impact it has had on shaping modern discussions in architecture and urban planning. The relevance of Bouwcentrum's cradle to our current time cannot be overstated. In a time marked by AI and great environmental challenges and involving societal needs, the principles embodied in this cradle can offer valuable guidance. The idea of pooling collective knowledge, processing it through expert synthesis, and then deploying it for the common good is a model that resonates deeply with our issues like sustainable development or open data societies all over the world. Reflecting on the Bouwcentrum's cradle and its relevance today, it becomes clear that such historical model can provide a great framework for current discussions and also practice. They remind us that while technology and contexts may change, the core principles of collaboration, knowledge sharing, and working towards the common good remain constant and vital, very important. The legacy
of the Bauzentrum reminds us also of our collective responsibility to constantly and critically reassess and renegotiate the meaning of openness. So how open is the so-called open society? And how open do we want to be? This concept of openness, of course, varies and is depending on the context, be it the political foundations of democracy, the economic principles of a market economy, or the handling of personal data. Rethinking the notion of the building does not always have to be tied to the building, to building up a new institution, as it was with the Bauzentrum. Let's talk, for example, about Friotto, an architect who did this, was famous for designing the roof for the 1972 Munich Olympics, a design that was light and used resources very smartly. He showed us that buildings or building doesn't always mean using lots of materials or sticking to old ways. So-called lightweight construction can be thought of as a design philosophy that aims to save weight and increase resource efficiency. Inspired by the diversity of forms in nature, Friotto explored the interaction between biology and construction. Otto loved looking at nature for inspiration. He saw how cells, bones, or even spider webs were built and used those ideas in his buildings. He would experiment with simple things like soap and water and turn them into beautiful, strong structures. Otto's work teaches us that great buildings' ideas can come from unexpected, simple places. What's really special about Otto's work is that it wasn't just about building stuff. It was about beauty and trying new things and thinking creatively. His way of thinking changed how people thought about designing buildings. He showed that building is about finding new ways to solve problems. And this is exactly what interests me the most. It's not about the clumsy digital upgrade of our built environment. There's no great art in constantly demanding more and more AI technology. It won't improve design, nor will it make the world a better place. Instead, what fascinates me are thought collectives that seek to fundamentally rethink architecture and our discipline through technology rather than simply applying it. So it's about redefining the conditions of architecture and design. I'm fascinated by architects who think of the environment as an open system where they develop tools or create new design narratives. The Swiss architect Fritz Haller was one such individual. Shortly after the Second World War, Haller worked at the prominent Rotterdam architecture firm Van Tijn and Maaskant before returning to Switzerland and later working with Konrad Wachsmann in Los Angeles on geometry-based modular systems for the industrial building and housing industry. So Haller and Wachsmann were pioneers in the industrialization of building. Haller may not be familiar to many people, but if you stroll through the collection of the Museum of Modern Art or through the research center of the Nieuwe Institute in Rotterdam, or maybe even here in the Rijksmuseum in Amsterdam, you will come across a piece of furniture that has long been considered international design classic, the so-called USM Haller system, as found in the offices and well-designed living rooms across the world. But of course, it would be too naive to draw a straight line from the experimental designs from the 60s and 70s to our planetary present. The idealism in design and the inspiration of individual architects and engineers have given way to a more pressing agenda. The urgency of global climate change and our collective responsibility as architects and designers in reversing it. Architectural design is one of the most complex cultural forms of knowledge in our human world. To design also means having the ability to see, at least for a brief moment, the history, present
and future of architecture and ourselves simultaneously. It's like looking through a prism into space and time. As architects, we are generalists. We understand AI technologies not only as a solution to a single problem, but as part of a larger societal context. But this requires, and this is the bad news, overcoming conventional mindsets. So stepping out of the comfort zone. It means developing new ways of observing our everyday digital reality and searching for specific design solutions for the future rather than making generalizations about the present. The Bauzentrum developed a knowledge hub, an institution for architects, the building industry, and for society. Fritz Haller rethought the building from a system perspective, and Fiotto wanted to approach it through lightweight construction material research. Today, I would argue, our task could be to rethink the building in terms of architectural data. So how is architectural space actually designed through data and sensors? How can AI be used in design for society? And how are data-driven technologies transforming our design ideas about privacy, security, comfort, or even healthcare? And I think this is an interesting moment right now because I think we experience a shift from the why to how questions. While the why seems very clear to us, we have to save the planet, we have to start doing things, nobody really knows how. So the how is a very interesting question right now. Max Benzer said it best. He's a writer who was many times in Latin America. He said, we cannot inhabit a world that we have created without understanding. Understanding is intellectual inhabitation. So, three take-home messages for you to discuss later on. Coming back to the idea of critical optimism, I want to conclude by giving you these three punchlines. The first one is from the people's reality to grounded dreams. So we need dreams, we need to start with the people and the society and connect them to the real conditions, to the boundaries, which means critical optimism. It's not just about dreaming, floating dreams, but to work on a pragmatic vision for the future. The second one I would call the rediscovery of the building. Well, in the last two decades, we could experience lots of research and discussions about the urban scale or about the material research or the micro scale. What I missed a bit over the last 20 years was the building, which is for me the blind spot. So I encourage you to rediscover building, but also the building as a scale for us. And the last one is about crafting futures. When I think of critical optimism, I think about how to navigate the future by bringing back questions of quality, but also of aesthetics to the table. So I think it's a very interesting moment we are approaching right now, and these three take-home messages, I want to share with you to discuss later on. So, in a world drawing in data and pixelating in data fog, architecture should aim to increase critical optimism through data literacy and new ways of seeing, processing, interpreting and sharing data between architects, urban researchers, climate and computer scientists in collaboration with artificial intelligence. We are constantly searching for new models of coexistence and community, socially, politically, aesthetically, and of course technically. It's an endless search for something that we do not know and that is also our most prestigious resource, the future. To achieve this goal, we don't have to reinvent everything, but we have to rediscover it. So let's stay critically optimistic. Thank you. Thank you.
Thank you very much, George. A lot of food for thought. And I think we are going to place your speech on our website so that we can have a discussion. On this moment, we don't have enough room in our program to have that discussion because you have said a lot of things where I think there should be a big discussion. But that I think that's one of the goals of what you are teaching there in the to learn students to think about the principles about architecture. So thank you very much. Dames en heren, we gaan nu over naar het Nederlands weer. We gaan over naar de eerste presentatie van drie genomineerden. Voor de pauze doen we er drie. En we beginnen met Uri Gilad, die iets gaat vertellen over zijn ontwerpen van zijn collega's Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park. Mag ik vragen? Dank je. Ja, thank you for the lecture. Ik ga het in het Nederlands doen, maar thanks for the lecture. Het is een beetje moeilijk, omdat we hebben net heel veel gehoord over het digitale wereld. We zeggen dat onze architectuur is analoog. We denken aan ook analogie. So, ik voel heel oud vandaag als architect. Ik denk ook, we hebben mooie voorbeelden net gezien van de toekomst. Maar we denken, er zitten ook heel veel kansen in de geschiedenis, in de architectuur. En dat is een van de projecten vandaag. Allereerst bedankt voor de nominatie. Het is een enorm eer om hier te staan naast nog vier prachtig andere projecten. Ik heb 15 minuten, dus ik ga dat heel snel doen. Mensen dat kennen, het is een prachtig voordeel van het Oosterpark. En zoals altijd bij ons als architecten, het project begint echt jaren voordat wij als architect de telefoon kregen om aan het project te werken. En dit is een project van de gemeente Amsterdam. Die is inmiddels bijna 20 jaar geleden begonnen. Met verdubbeling van het Oosterpark. Oosterpark was een park die is niet zo goed gefunctioneerd in Amsterdam. De heel van het park was geprivatiseerd. Zo was gewoon gesloten naar de noordenkant. En in de zuid was gefunctioneerd. En de gemeente heeft ambitie gehad, samen met Maaike van Stiefhout toen van DS, om de verdubbeling van het Oosterpark te doen. Alleen ze hadden een enorm probleem. Dat in het begin van de 20e eeuw, toen er waren niet zoveel, er was niet zoveel ruimte in het centrum meer, hebben ze grond gegeven, stukken van het park, aan grote instituut. Troper Instituut, onkundig laboratorium gebouwd zoals wij, et cetera, et cetera. En wat is gebeurd door dat, is dat alle instituten, dit zijn foto's van ons gebouwd, die hebben enorme hekken gehad aan de voorkant, aan de achterkant. Die waren gesloten gebouwen, een relatie tussen park en stad was gesloten. 15 jaar daarna, toen de gemeente heeft de verdubbeling bedacht, ze hebben ook gezegd, we willen heel graag de eigenaars van de panden vragen om eigen grond terug naar het park te geven. Nou, dat is een enorme ambitie. Het is ook heel moeilijk om te vragen aan mensen, ja, dit is je eigen grond, geef het aan mij terug. En toen de gemeente heeft bedacht, als we gaan de bestemming van het gebouw veranderen, en toen was het een enorme hype om allemaal hotels te doen, dat hebben ze een beetje te veel gedaan in die periode. De waarde van het gebouw is hoger. Daar kregen we ook de mogelijkheid om een uitbreiding te doen. En dan kan je wel een gebouw verbeteren of relatie tot gebouw en park te versterken. Ik sta helemaal daarachter. Het zijn allemaal architecten, zoals jullie kunnen zien. Dit is de eerste foto toen we waren op locatie. Onze opdrachtgever is Ammerborg. Het is een bijzonder opdrachtgever. Dus een familie die investeert heel veel in cultureel erfgoed. Als architecten horen we dat ook bijna nooit. Cultureel erfgoed is altijd een slecht business, zou ik zeggen. Je verdient niet zoveel. En ze hebben gebouw gekocht met vergroening. Met een totaal ander plan, met een grote glazen gebouw in het midden. En toen is ze bedacht, ja, dat willen we niet. We willen iets anders doen. We willen heel goed over nadenken. Hoe kun je een relatie tussen park en gebouw versterken? En ze hebben ons gebeld en vraag gesteld, wil jullie dat we studeren? Het gebouw was 15 jaar leeg, de universiteit had het gekocht. Alles binnen is gesloopt, weggehaald, bijna alles. Dit was de bekende snijzaal. Iedereen wil weten hoe mooi de snijzaal was. Maar ja, het was gewoon natuurlijk regels in Nederland dat je moet alles met witte tegels doen. Daar hebben ze natuurlijk de originele elementen weggehaald en dit was hem. Maar er waren ook heel veel andere ruimtes die waren gesloopt, redelijk goedkoper gebouwd. En daar moeten we mee werken.
De voormalige museale ruimte, dat noemen ze, dat is de ruimte waar ze hebben wel als universiteit kunnen ze hun studies toen laten zien. Die was een oké situatie, gelukkig. Maar wel een grote deel was helemaal beschadigd. En we hebben geprobeerd te kijken, ja, hoe is het gebouwd en hoe kan je zo'n gebouw transformeren? We hebben net gehoord over de toekomst, maar dat gaat ook over herbestemming, transformatie en gebruik van bestaande gebouwen. Springer, de architect, aan de rechtse kant heeft ontwerp gemaakt met een symmetrisch, net niet symmetrisch volume, met twee armen en de balk in de midden. De balk waar de collegezalen en die armen aan de linkse kant, daar was de snijzaal en de museale ruimte aan de rechtse kant. Er waren kantoren. Alleen tijdens de verbouwing de universiteit, zoals altijd, ze willen meer vierkante meter. Dat is niet veranderd. Hij moest dat veranderen en die symmetrische setting is zo een tweede arm gekregen. En dat was voor ons een kans om, als je moet wel toevoegen, we mogen 200 vierkante meter footprint toevoegen. Dat is de plek waar we dachten, daar kan je iets toevoegen en zorgen gewoon dat inderdaad de groen park gaat helemaal tot en met de gevel. Dat klinkt heel makkelijk, maar in functies zoals hotel, het is heel moeilijk om te zeggen, maak dat 100% toegankelijk. Het idee was, om hoe kan je zorgen dat het gebouw die was gesloten aan de parkzijde, kreeg een nieuw gezicht aan de parkzijde. En ook, wat is de relatie? Nou, niet digitaal, maar analoog. Hoe kan je de verlenging doen van het bestaande gebouw? Hoe doe je dat aan de buitenkant? Maar ook, hoe zorg je bijvoorbeeld dat de geschiedenis aan de binnenkant is ook te zien? We hebben natuurlijk ook teruggerust door alle oorspronkelijke ruimtes die we hadden. We hadden niet zoveel. Maar het was ook bijzonder om te zien dat bijvoorbeeld zoals vloer, zoals deze vloer, die was enorm beschadigd. Dezelfde fabrikant bestaat nog steeds, 120 jaar geleden in Nederland, maken ze precies dezelfde vloer nog steeds. Dat vonden we wel prettig natuurlijk, dat we kunnen dat wel nog steeds doen met dezelfde mensen. Nou, niet dezelfde mensen, maar wel dezelfde fabriek. Gelukkig niet, nee. Alleen om zo'n machine te creëren en herbestemming in het algemeen is, heel veel mensen willen, het is ook een hype op dit moment om te herbestemmen. Maar herbestemming vraagt ook voor een bijzonder aandacht. Je wil ook zorgen dat de kwaliteit van het bestaande gebouw, de verschillende ruimtes en ook goed gerespecteerd. En wat voor ons heel duidelijk is, dat als we moeten de hele back-of-house, de hele serviceruimtes, kantoren, als we moeten dingen toevoegen, dan moeten we dat ondergrond doen. En zorgen gewoon dat het gebouw op zijn beste manier is gerespecteerd. Nou, dit is een moment dat ik zeg altijd in ons project, en dat we kregen een telefoon van de opdrachtgever, dat hij zegt, ja, dat hebben we een beetje te veel gedaan. Dat is zo'n moment. Het is opeens een enorme gat in de grond, dat we moeten parkeergarage realiseren door de gemeente. We zitten hier WKO natuurlijk, verduurzaming van zo'n pand. En wat we hebben gedaan, we hebben ook geprobeerd een relatie tussen een park en een gebouw te versterken. Dat was geen relatie tussen de twee. En er zit een moment dat je moet ook de fardering doen met bestaande gebouwen. Zo aan het eind, niemand wil dat zien. Mensen willen alleen dat zien. Maar het is wel belangrijk om te zeggen dat om niks te doen, moet je heel veel doen met zo'n gebouwen. Ook een discussie met, het is een best een serieuze discussie op dit moment, hoe ga je isoleren, hoe ga je met duurzaamheid van gebouwen. Het is hier besloten om hybride oplossing te vinden waar monumentale ruimtes, monumentale delen zijn niet geïsoleerd, bewust om echt de historie te laten zien en andere delen zijn helemaal historie. Dit was een collegeruimte vroeger. Helaas, er waren heel mooie stoelen, maar voor onze tijd zijn we allemaal weggegooid. Alleen we hebben wel natuurlijk alle ornamenten kunnen wel laten zien. Nou, de museale ruimte boven was ook enorm beschadigd. Er waren traphuisjes gebouwd in de midden, er was een gelift toegevoegd. En voor ons was ook heel erg belangrijk, dat is ook voor Ammerborg als opdrachtgever, om een gebouw te creëren die is niet, heeft ook een bepaalde publieke karakter. Het is een hotel natuurlijk, maar we hebben wel twee restaurants, we hebben een bar, we hebben een multifunctioneel ruimte. En dat was voor ons duidelijk dat als je hier iets mee doet, dan moet dat gewoon publiek blijven. En wat Spring, de architect, heeft gedaan, heeft besloten dat op de eerste verdieping doen. En wat is heel bijzonder is dat opeens de relatie tussen park en gebouw is heel sterk. Zo'n project doe je niet alleen. We hebben natuurlijk heel veel gewerkt met de opdrachtgever, maar ook met Studio Lienzen en het interieurarchitect en ook heel veel verschillende mensen. Maar
Het idee was om hoe kan je zorgen dat de bepaalde elementen die zijn nog steeds niet gesloopt zijn, zijn aanwezig in de toekomst van gebruik. Tegelijkertijd voor het park, easy to say, hard to do. Als je zegt, ja, we willen gewoon letterlijk de park komt tot en met de gevel zonder geen enkele hek. We hebben hier 36 nieuwe bomen. We hebben samengewerkt met 3 landschaparchitecten, in het begin Sandenko. Daarna Thijs de Zeel, die is de architect die doet heel veel in Artis. Dat heeft heel veel, alles in rood is hier gemarkeerd, speciaal voor vogels. En dat hebben we geprobeerd zo goed als mogelijk dat te combineren. En het eindresultaat is natuurlijk, ja, er zit wel een enorme ruimte onder het gebouw. Maar verder, het is inderdaad een gebouw die is letterlijk in het park, zonder geen enkele hek. Die is publiek toegankelijk. De restaurant, de brasserie beneden is helemaal toegankelijk van het park. En wat voor ons was belangrijk inderdaad, is wat Spring de architect heeft gedaan. Die is 2 armen en de buik. Die toen geen relatie met het park gehad. Die is versterkt door natuurlijk het programma en de functie. En als we praten over toevoeging naar bestaande gebouwen, dan ja, je kan dat contrast zoeken. Maar wij praten heel vaak over een analoog manier van te denken. We hebben bewust gekozen een baksteen die heeft precies dezelfde maat zoals de bestaande baksteen. Alleen hij heeft natuurlijk een heel andere expressie. Het is ook een ander soort baksteen, is door Peterson gedaan. En we vonden het natuurlijk heel leuk om vormsteen te maken. We hebben 12 verschillende steens, allemaal met de hand gedaan. Allemaal met Peterson in Denemarken gedaan. Zo, nogmaals, helemaal old school. En we hebben steen per steen getekend. 3 keer per week op locatie geweest, samen met metselaars, om te zorgen, onlangs dat ze hadden deze tekening enorm geprint. We moeten nog steeds zeggen, wat moeten ze doen? En het resultaat natuurlijk zijn 2 gebouwen die heeft dialoog met elkaar. En ik denk dat is ook heel belangrijk als we praten over optimisme of de toekomst van de architectuur. Is ook goed over na te denken, hoe gaan we in de toekomst met het bestand? Wat gaan we dat doen? We hebben heel veel ervaring in Nederland, of tenminste met monumentale gebouwen, historisch gebouwen. Maar wat ik heb hier allemaal laten zien was geen monument. Officieel, we hadden de mogelijkheid om dat ook te slopen. We hadden niemand aan ons gezegd dat we moeten als monument behandelen. Het is nu wel monument geworden, na de renovatie. En dat is iets dat gaat ook in de komende jaren gebeuren. Hier is natuurlijk een bakstengebouw. Iedereen kan zeggen, oké, het lijkt redelijk monumentaal. Maar straks krijgen we gebouwen van jaren 70, 80, 90. Nou, heel veel gebouwen van Abe Bonema bijvoorbeeld. Hoe gaan we met zo'n gebouw heen? En wat is de rol? Wat moeten we als architecten daarmee doen? En ja, zoiets doe je niet alleen natuurlijk. Ik sta hier alleen. En ook, de reden was wat onder mijn naam is geschreven. Maar we zijn natuurlijk een team. En niet alleen een team met de opdrachtgever, landschaparchitecten, interieurarchitecten, maar ook ons team. Die mensen die aan het project natuurlijk gewerkt. En met deze ben ik klaar. Dank u wel. Moet ik hier of aan jou geven? Dank u wel. Ik ben eigenlijk nog vergeten bij het verwelkomen van alle gasten ook iemand te verwelkomen die afgelopen jaar namens de Abe Bonema Stichting hoogleraar is geworden van een bijzonder leerstoel in Delft en in Groningen, Zef Hemel. Eigenlijk een van onze mooie structurele ingrepen in het debat over architectuur in ons land via een hoogleraar. Zef, u heeft de afgelopen maanden, als u een fatsoenlijke krant leest, heeft u al een aantal keren interviews met Sef kunnen lezen en beschrijvingen van zijn prachtige project waar hij in het Noorden mee bezig is. U vindt daar op onze site verdient ook meer informatie over, maar Sef in ieder geval, hij is hier ook aanwezig. Van harte welkom. Mocht u gezelschap bij elkaar hebben die u een keer een avond met elkaar wil laten debatteren, die een boeiende avond wil hebben, dan kan ik u adviseren om Sef uit te nodigen om zijn visie over stedenbouw, landschappen en over architectuur te ventileren. Want hij houdt u een complete avond bezig en u valt geen moment in slaap. Sef, van harte welkom. We gaan naar de tweede presentatie. En die is van Gert Kekkerboom van Civic Architecten. En dat gaat over het Schoenenkwartier in Naalwijk. Take the floor. Hallo allemaal.
Fijn om hier te zijn, hele eer om hier te staan met zeer gewaardeerde collega's. Inderdaad, Gert Kwekkenboom is mijn naam. Ik ben samen met Ingrid van der Heijden, Jan Lebbink en Rick ten Doesgaat de oprichter van Civic Architects. In 2015 richten wij het bureau Civic op. Wij zitten hier in Amsterdam, in Sloterdijk-Westpoort. En wij heten Civic Architects omdat wij ons proberen te richten op de publieke architectuur, de publieke waarde van architectuur. En proberen ons daar in de afgelopen 8 jaar ook een houding te vinden die past bij deze tijd, bij de uitdagingen van deze tijd. En waar architectuur voorheen een beetje karikaturaal gezien werd als een discipline waarbij de architect zijn of haar wil aan de materialen en aan de plek en aan het gebruik oplegt, geloven wij dat de toekomst misschien wel wat meer gebaat is bij een wat wederkerigere manier van werken tussen architectuur en materie, architectuur en plek en ook architectuur en mensen. Daarom laten wij vandaag het schoenenkwartier zien en beginnen we met deze mensen. Dit zijn mensen die werken in de Langstraat. De Langstraat is een regio die tussen Geertruidenberg en Heusden ligt. Die al een aantal eeuwen het soort van centrum van de Nederlandse leer- en schoenindustrie is. Verder is de Langstraat bijna nergens onbekend. Dit is echt de kern van de cultuur en het wezen van de mensen in die regio. Als je ze een hand schudt, of als je ze voor het eerst ontmoet, dan letten ze niet op je handdruk. Ze kijken je niet in de ogen, maar ze kijken naar welke schoenen je aan hebt. En interpreteren zo wie je bent. Dat zit zo diep in de DNA van die regio. In het eerste deel van de vorige eeuw is natuurlijk die schoenindustrie ook enorm gegroeid. En is Waalwijk als het soort van officieuze centrum van die Langstraatregio gegroeid. Maar op de duur is natuurlijk de industriële productie verplaatst. Is daarna die schoenproducerende industrie vervangen door de meer schoenontwerpende industrie. Een aantal serieuze ontwerpers en ook het debat over de schoenmode was iets wat ik in Waalwijk echt een plek had. Maar in de loop van de jaren is ook dat een beetje weggeëbd. En nu zoekt eigenlijk de stad zoekt een beetje houvast. Die identiteit van de regio ligt zo verankerd in die historie met de schoenen. En het oude museumpje wat ze hadden met ook een best wel indrukwekkende collectie van enerzijds leerbewerkingsmachines, maar aan de andere kant ook mooie, goede collecties aan actueel schoenontwerp, dreigde ook hetzelfde lot beschoren te zijn. Dus de gemeente Waalwijk heeft de ambitie gehad om dat schoenenmuseum opnieuw in de kern van de stad, in het centrum van de stad Waalwijk, een plek te geven. En het museum wil ook niet alleen maar naar het verleden kijken, probeert specifiek ook in collectiebeheer en in de manier waarop ook het gebouw daarna ontwikkeld is, zich op de toekomst te richten. En een rol te pakken voor Waalwijk op het nationale of misschien internationale toneel, als het gaat om het vernieuwen van die industrie die van essentie, leerbewerking, niet echt een heel positieve impact op ons milieu heeft. Daarom richten ze zich naast de mooie historische overzichten ook op innovatieve nieuwe producten, waaronder schoenen van mycelium bijvoorbeeld, of van mangoleer. En proberen ze ook met het museum eigenlijk meer te zijn dan dat. Daarom heet het een schoenenkwartier. En ook de industrie een stapje verder te helpen, terwijl ze tegelijkertijd ook de gemeenschap weer wat houvast geeft. Dat alles zou moeten plaatsvinden op de meest centrale plek van het centrum in Waalwijk, waar een oud raadhuis, een rijksmonumentaal raadhuis van architect Alexander Kropholler, hier in de stad ook best wel wat heeft laten zien. Het wordt als een van de meest gave ensembles van Kropholler gezien, met een raadhuis in het midden, niet te missen, een kantoorvleugel, een bodenhuis, een muziekkiosk, arcades en een aantal gebouwen daaromheen om een plein te vormen. De architectuur van Alexander Kropholler, dit is een detail van het raadhuisdeel, wat geen onderdeel is van het museumdeel, maar gewoon als raadhuis en als trouwzaal gehandhaafd is, was redelijk stellig. Het is in de jaren 30 gebouwd. De leken verwachten wel eens dat het iets middeleeuws zou kunnen zijn. Er zijn ook hele grote kloostermoppen. Bakstenen gebruikt, het zijn echt enorme stenen om dat complex op te bouwen. In de jaren 80 is daar een uitbreiding op dat monument gedaan.
Dat toont een beetje het kenmerken van de... Ja, ik zie wat mensen fronsen. Dat toont wat kenmerken van de Bossen School. Ook niet vreemd in de regio overigens en ook interessant. Maar als opgave om een museum te maken op deze plek natuurlijk wel uitdagend, op zijn zachtst gezegd. De lage kantoorverdiepingen van die ruimtes, de wat geslotenheid met de raampjes, de enorm dwingende logistieke structuur van zo'n gebouw, hè, zo'n kantoorgebouw met een middengang en zijbeuken voor kantoortjes, ja, maakte wel dat men zich afvroeg, ja, kun je hier dan dat schoenenmuseum realiseren? Tegelijkertijd zijn de budgetten in zo'n relatief kleine stad als Waalwijk natuurlijk laag. En zou je ook kunnen afvragen of zo'n gebouw uit 1984, Uri had het er net over, dat zo'n gebouw uit 1984 nu al toe is aan vervanging. Hier zit ook een hoop CO2 in, toen het is opgebouwd. Dus voelden wij onszelf ook wel uitgedaagd om te kijken hoe we met dit onmogelijke gebouw toch iets konden in relatie tot de vraag van het museum. En daar gezocht naar een manier, een architectuur die misschien meer gaat over een architectuur van verwijderen en van openen dan van toevoegen. Dus dat hebben we ook gedaan. Diezelfde gevel is gestript, is geopend door gaten te maken die eigenlijk die verdiepingshoogtes verbinden en overstijgen. De ramen zijn deels gevuld met nieuwe baksteen in een getoogde vorm hier en daar om die iconische openingen te krijgen in die bestaande gevel. De logistieke structuur is omgebogen, is kort gesloten door nieuwe trappen toe te voegen in de centrale ruimte. Waardoor eigenlijk dat, ik ga nog één keer op en neer, waarin eigenlijk dit toch wat onmogelijke en minder sexy gebouw toch iets bijzonders is kunnen worden. Waar de mensen, wat de mensen kunnen omarmen en wat een bepaalde openheid en uitnodigendheid met zich meebracht. Tegen die ruimte aan hebben we een extra zaal, een tuinzaal, een centrale ruimte toegevoegd die ook die organisatie van het gebouw mogelijk maakt en die zorgt dat je alle verschillende tentoonstellingen vanuit die ene centrale ruimte kunt betreden en kunt kiezen welke route je door het museum neemt. Tegelijkertijd met een glazen gevel richting het Rijksmonument van Kropoller, het zicht op dat monument, maar ook een mooie, wat, toch iets wat gefilterde manier om het daglicht toch ook echt het museum in te brengen. En het niet een te somber gebouw te laten zijn. Die manier van het gebouw openen en routes, vrije routes maken heeft ook effect op wat het museum voor museum is. Het is geen white cube of een black box waarin de werken, de stukken in isolement bekeken kunnen worden. Maar door de doorzichten en door de relaties tussen alle verschillende functies is het een vrij levend en open museum waarin de verschillende functies elkaar ook beïnvloeden, inspireren. En ook het zicht, zo nu en dan het zicht op het rijksmonumentale element van Kropoller als onderdeel van de museale route wordt gevat. We hebben ook geprobeerd een zekere laagdrempeligheid, gastvrijheid of een vertrouwd gevoel mee te geven aan alle ingrepen die we hebben gedaan. Om mensen uit te nodigen om het museum te betreden. Het publiek van het museum, een heel breed palet aan achtergronden. Mensen die familie hebben uit de regio, die in de leerindustrie hebben gewerkt. Maar ook influencers helemaal uit Amsterdam. Die hier met de nieuwe mode bezig zijn. En daarom hebben we geprobeerd een redelijk zachte materialen te gebruiken. Texturen te gebruiken die je kunt voelen, die je kunt aanraken. Maar ook een verwantschap te zoeken in de architectuur. Tussen dat wat Alexander Kropoller deed en hoe wij de transformatie hebben ingevuld. Niet in letterlijke kopie, maar meer als een soort verwante manier van werken. Dus door je oogharen voel je enige verwantschap is onze bedoeling, onze hoop. Maar daadwerkelijk als je in het gebouw staat, ben je in dat industriële schoenenmuseum en niet in het Rijksmonumentale Raadhuis. In het gebouw bevinden zich naast de museale ruimtes ook een aantal productieve ruimtes. Laboratoria, werkruimtes, waar het museum ook artists in residence uitnodigt om hier aan projecten te werken. En waar ook met het regionale vakonderwijs onderzoek en experimenten worden gedaan. Het is een redelijk goed geëquipeerde werkplaats voor onderwerk, voor de zolen en voor het bovenwerk. En ook een speciaal lab voor de jongeren. Waarin ze met sneakers, die mogen langzaam ook in de modewereld toetreden, hè, zo stap voor stap, sneakers ook een rol krijgen.
En dat inspireerde ons eigenlijk, die opname van die werkplaats inspireerde ons ook om met materialen en producten te kunnen experimenteren in het gebouw. In verschillende onderdelen van het project. En daar een ambachtelijk vakmanschap in te introduceren, wat ook de missie van het museum ondersteunt. Een belangrijk deelproject daarin is geweest de ontwikkeling van een keramische tegelwand, die we samen met Laura van Zanten, je bent in de zaal Laura, steek even je hand op. Waar ben je? Ja, daar zit ze. Die we samen met Laura van Zanten hebben ontwikkeld in een soort hele leuke heen en weergaand ontwerpgesprek. Vanuit de architectuur en architectuurintenties aan de ene kant en vanuit het vakmanschap met het maken van 3D geprinte mallen en het hergebruiken van afvalglazuur van andere keramische processen als onderdeel van de beleving van het museumgebouw. En we zijn ook in staat gesteld om het interieur, behalve dan de tentoonstelling zelf, maar het interieur van het gebouw mee vorm te geven. En daarmee ook de integratie tussen de architectuur en de installaties bijvoorbeeld en de detaillering een plek te geven. En de lange kastenwand voor de materialenbibliotheek van het kenniscentrum waar de installatiekanalen in verwerkt zijn, of een houten bank, een zitnis in de businessclub, waar ook de installatiesystemen in mee geïntegreerd zijn. En het belangrijkste eigenlijk experimentele nieuwe materiaalgebruik bevindt zich in de centrale baliebar, die rondom in het hele entreegebied werkt, en de entreebalie en de bar en een van de werkplaatsen werkt, waar mensen als ze binnenkomen door die historische arcades meteen voelen waar dit museum mee bezig is. Dat is een bar uitgevoerd in volledig biologisch materiaal, dat is een kalk-hennep product, dus een combinatie van hennep voor de versteviging, voor de wapening van het materiaal en kalk als bindmiddel. Stap voor stap beweegt het gebouw ook weer naar buiten en hebben we de oude kiosk hersteld als koffieplek met eikenhouten getoogde kozijnen die de arcades accentueren en het gebouw weer even wat nadrukkelijker aan het plein zet. En de nieuwe functie van de tuinzaal piept boven die historische rijksmonumentale elementen uit en is duidelijk herkenbaar, maar doet wel mee in het spel van de historische architectuur. Dus de bakstenen van de kopgevel zijn op de kant gezette grote normaalformaatstenen om te kunnen beantwoorden aan die enorme schaal van die kloostermoppen van de rest van het gebouw. En de getoogde plafonds in de nieuwe tuinzaal zijn een soort knipoog, een doorwerken op de arcade, herkenbare arcadevorm die in de gevels van de entree plaatsvinden. Maar alles op een soort manier die zorgt dat de toevoeging onderdeel wordt van dat Rijksmonumentale Ensemble, maar niet dat enorme, prachtige en bijzondere raadhuis overschreeuwt, die ook de hoofdrolspeler is in dit ensemble. En daarmee heeft Waalwijk in het centrum weer een nieuwe plek gekregen om te ontmoeten, om bezig te zijn met dat waar ze vandaan komen en daar waar ze naartoe gaan. Ten slotte wilde ik even eindigen met een ode aan de manier van werken en de collectieve kracht die in dit project een plek heeft gekregen. Dat is iets wat wij in het bureau natuurlijk met 4 eigenaren op een bureau van 12 man al dagelijks aan de lijve ondervinden. Elkaar scherp houden, nieuwe inzichten combineren en perspectieven samenbrengen. Maar ook met, natuurlijk met Laura, maar ook met de mensen die de gebouwen hebben gemaakt. Die daar de kalkhennep stonden te stampen. En we hebben in het project wel gemerkt en geleerd en enthousiast geworden over het feit dat als je samen dingen maakt, dat dan dingen ook mogelijk blijken die aanvankelijk op papier niet zo mogelijk leken. En dat is toch zeker reden tot optimisme, denk ik. Dank je wel. We gaan nu toe naar de laatste presentatie voor de pauze. En dat is Jonas op Eiburg. En dat wordt gepresenteerd door Jeroen Schipper van Orange Architects. Jeroen. Dankjewel. Ik
Ik heb wat meer slides volgens mij dan de voorgaande presentaties. Dus het gaat iets sneller, denk ik. Maar ik zal proberen om er in een kwartiertje doorheen te lopen. Ik sta hier namens Orange Architects, mede namens co-partner Patrick, maar ook Elana en Paul die hier aanwezig zijn van ons bureau, die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het ontwerp van dit gebouw. Optimisme, om daarmee te beginnen, valt niet altijd mee, denk ik, in deze tijd. Maar we doen ons best. Als architecten moet je natuurlijk ook optimistisch zijn om goede en mooie en toekomstbestendige gebouwen te maken. En nu, denk ik, meer dan ooit in dit tijdsgevricht waar we in zitten. En ik vond het leuk om met jullie door Jonas heen te lopen, maar dat te doen aan een aantal thema's die ook aan het thema optimisme gekoppeld zijn. Dus waarom is Jonas in onze visie een optimistisch gebouw? Optimistisch naar de buurt. Toen we begonnen lag dit terrein eigenlijk al heel lang braak, omdat het centrumgebied van Eiburg in de vorige crisis tot stilstand is gekomen. Het landtongetje waar Jonas nu verschenen is, werd recreatief gebruikt door de buurt. En dat betekende met name dat er gezwommen werd in de zomer en dat kinderen hier speelden en voetbalden. En dat is deze locatie. Je ziet ook het voetbalveldje hier liggen. En toen de tender werd uitgeschreven in 2017 moest daar een behoorlijk groot gebouw verschijnen. Namelijk een gebouw van ongeveer 30.000 vierkante meter. Dat ziet er zo uit, die envelop. En dat occupeert dus ongeveer die hele landtong. Toen dachten wij, dan is het ook wel belangrijk om erover na te denken als we die plek in beslag nemen die al zo lang, zeg maar, door de buurt wordt gebruikt. Wat kunnen we dan ook teruggeven aan de buurt en niet alleen een gebouw realiseren. We zijn gaan lopen, Floor Ziegler heeft dat met name gedaan in de tenderfase al in de buurt. Heeft ideeën opgehaald en gekeken wat leeft hier nou en waar zeg maar, zijn wensen voor. En het bleek dat mensen heel erg op zoek waren naar samenkomst. Een plek om samen ook dingen te vieren. Uiteraard de buitenruimte die eerder in gebruik was. Nou, dat leidde dus uiteindelijk ook tot een opzet waarbij niet alleen het gebouw is ontworpen, maar ook de buitenruimte is mee ontworpen door Felix Landscapes Architect. En we eigenlijk hebben gekeken hoe kunnen we die buurt nou zoveel mogelijk betrekken bij dit gebouw en dat gebouw ook zo veel mogelijk openstellen voor de buurt. Deze foto is ik denk anderhalve week geleden gemaakt. Er werd nog steeds doorgebouwd aan de publieke ruimte recent. Is nu bijna klaar, maar je ziet hier dus ook de terrassen inmiddels naar het water, het trekpontje naar de kinderspeelplek, een zwemplaats in de zomer. Een rots, zoals we hem genoemd hebben, die de entree van de parkeergarage maskeert. Maar ook een toegang en tribune is voor festiviteiten op het plein. En een publieke huiskamer die je hier ziet, die hier vrolijk brandt, waar iedereen naar binnen kan. Dus een uitnodigend gebouw, wat eigenlijk begint in de voorruimte, maar waar mensen ook uitgenodigd worden om, ondanks dat het een woongebouw is, om naar binnen te komen, om gebruik te maken van de voorzieningen die op de begane grond zitten. De woonkamer, de canyon, de bospatio. Optimistisch duurzaam. In de tender werd uitgevraagd op duurzaamheidsscoren, BREEAM. Wij hebben ingeschreven met de hoogste duurzaamheidsscore die haalbaar is, BREEAM, outstanding. Vervolgens is het de kunst om dat ook 7 jaar vast te houden. Dat is gelukt, dus die belofte hebben we waar kunnen maken. En we vonden het belangrijk om het gebouw ook te koppelen aan onze eigen duurzaamheidsmissie. Die hebben we World We Value gelabeld, waarbij we niet alleen naar bronnen en materiaalgebruik kijken of circulariteit, maar ook naar sociale duurzaamheid. Hoe woon je samen? Hoe maak je plekken die zeg maar, de stad in dit geval kunnen verbeteren? BREEAM, outstanding, World We Value, belofte en missie. Uiteindelijk moet dat leiden tot integrale duurzame gebouwen in onze visie, waarbij die verschillende thema's, sociale duurzaamheid, materiaalduurzaamheid, energieduurzaamheid, toevoegen van waarde, zeg maar, leiden tot bijzondere woongebouwen. Nou, een aantal van de pijlers, zeg maar, het creëren van meerwaarde, een energie-neutraal gebouw, een gebouw waar wel beton in verwerkt zit, maar 40% gerecycled, waardoor we ook een grote CO2-reductie hebben kunnen bereiken. Openbaar en collectief programma door het hele gebouw en een natuur-inclusief gebouw, dus het landschap loopt eigenlijk op verschillende plekken in en over het gebouw heen. Uiteindelijk natuurlijk met als doel om gewoon een heel fijn, gezond en aangenaam gebouw te maken waar mensen wonen. Ruimtelijk optimistisch.
een gebouw wat, als je het aan de buitenkant ziet, een binnenkant heeft die je wellicht niet onmiddellijk vermoedt. Eiburg is best een winderige plek, dus we vonden het ook wel mooi op deze locatie om een gebouw met een warm hart te maken. Een gebouw waar je naar binnen kan, waar je zeg maar wordt uitgenodigd, maar waar dus ook een heel wonderlijk en bijzonder verrassend interieur in zit. In de doorsnede ziet dat er zo uit. We hebben letterlijk het gebouw aan de binnenkant uitgehold om de collectieve ruimtes te kunnen maken. Deels geprogrammeerd, maar deels ook om het daglicht naar binnen te halen. Dus de rots die ik eerder noemde, de entree van de parkeergarage, het voorplein, de woonkamer rechts in beeld. De canyon zoals we hem genoemd hebben, met het bergpad wat omhoog voert en uiteindelijk op een collectief dakstrand uitkomt. Dus geen generiek gebouw, ondanks het feit dat er 272 of 273 woningen in zitten, maar een specifiek en een avontuurlijk gebouw. Een gebouw met relatief veel middenhuurwoningen. 190 woningen zitten in de middenhuur. Het zijn compact, het zijn studioappartementen, maar hebben daarnaast dus ook delen een heel aantal collectieve en gezamenlijke voorzieningen buiten het appartement. Hier de canyon met het daglicht wat in het hart van het gebouw binnenkomt. Het gebouw wat zelf is opgezet, een eerste ontwerpschets in een spanstructuur, eigenlijk analoog aan hoe schepen gebouwd worden. Maar ook een interieur wat ik al zei, uitgehold is om een soort omarmende ruimtes te maken waar je echt welkom voelt. De maquette die we gebouwd hebben, hele grote maquette, 4 meter lang volgens mij, als een soort snede maquette waarin je heel goed ziet hoe die route zeg maar door de buik van Jonas heen van voor naar achter loopt. En nog een keer in de snede, dus de woonkamer. Dit is ook de sequenties van ruimtes als je door het gebouw loopt, de woonkamer, de canyon en de bospatio. Oftewel de woonkamer, de canyon met het bergpad en de bospatio. Optimistisch geprogrammeerd, wat ik al zei, veel middeldure huurappartementen. Een redelijk publiek geprogrammeerde plint, maar we vonden het belangrijk om meer te maken dan alleen maar publieke of commerciële voorzieningen in de plint. Dus door het gebouw heen zit wat we genoemd hebben een hele parelketting aan ondersteunende of collectieve voorzieningen. Ook daar weer vanuit een generieke structuur uiteindelijk een bruisend gebouw willen maken. Waar je de woonkamer binnenkomt of op het plein in de zomer een film kan projecteren. Maar waar dus ook door het gebouw heen verspreid ruimtes zitten die mensen kunnen delen. Een woonkamer, een logeerkamer, er zit ook een bioscoop in het gebouw. Een bar op het dak, een werkkamer, een yogaruimte en 2 logeerkamers. Als je ouders komen logeren of je grootouders of je vrienden en ze kunnen niet in je eigen studioappartement, dan kun je de logeerkamer boeken. Dus een parelketting van activiteiten die eigenlijk door die canyon langs dat bergpad aan elkaar wordt geregen. Die begint in die huiskamer, maar waar al die collectieve voorzieningen in zitten. Uiteindelijk eindigend op dat dak, waar het collectieve dakstrand zit en waar boven op het dak ligt, waar dus het dak het licht naar binnen komt in de canyon, een waterstroompje stroomt, wat weer wordt opgevangen en terug wordt gepompt. Hier wordt ook het regenwater overigens opgevangen en gebruikt voor de irrigatie van alle tuinen en het doorspoelen van de toiletten in de algemene ruimtes. Maar het koelt ook het daklicht in de zomer, dus het dient eigenlijk meerdere doelen. En misschien niet onbelangrijk, het creëert de atmosfeer zeg maar, van een dorpje bijna wat bovenop het gebouw gesitueerd is. Naast al die ruimtelijke kwaliteiten die we gezocht hebben, is het denk ik belangrijk om te vermelden dat er een community management is georganiseerd door onze opdrachtgever Amfest. Waarbij dat dus letterlijk de ruimtes geëntameerd, geprogrammeerd worden uiteraard samen met de bewoners, maar om ervoor te zorgen dat die bioscoop natuurlijk ook gebruikt wordt en die yogaruimte ook een functie krijgt. Optimistisch gematerialiseerd. Eigenlijk zou je kunnen zeggen bestaat het gebouw uit 3 materialen. Als ik het heel plat sla, we hebben Douglas, veel Europees loofhout of naaldhout toegepast in het interieur. Geprepatineerd zink in de gevel en gerecycled beton voor de structuur of de constructie. Een gebouw met een geprofileerde zinken gevel met eigenlijk voor ieder appartement een heel groot schuivend raam wat open kan als een soort Frans balkon. Dus dat schuift voor de helft naar beneden in de zomer.
hout aan de binnenkant, ondersteund door warme, donkerbruine kleuren. Af en toe komt dat naar buiten en dan zijn dat collectieve voorzieningen die zich aftekenen in de zinkengevel. En de zinkengevel dus gezet als een soort schilderijlijst uit zwart gepatineerd zink. We vonden het ook mooi om daar nog een patroon in te maken, omdat dat gebouw heeft een soort zoomfactor nodig als je dichterbij komt, dat er steeds ook iets meer detail zichtbaar is. Dus de vissenhuid die we erin gestanst hebben, had ook als voordeel dat de elementen wat stijver werden. En uiteindelijk het vissenoogje als kleinste detail, dus het gebouw als hele grote vis en het oogje zeg maar als kleinste detail daarvan. Ja, tot slot, Jonas is een heel narratief gebouw, dus we hebben ook gezegd optimistisch als verhaal. Dat hebben we ook gemerkt toen we met het ontwerp aan de slag gingen vanaf het begin in de tenderfase uiteraard met een heel team. Het was een soort zwaankleef aan, iedereen die aanhaakte werd heel enthousiast van het gebouw. Alle bouwers, co-bouwers, aannemers, onderaannemers, adviseurs. Dat begint met een heel simpel idee. Hoe woon je nou op een leuke manier in een heel groot lichaam, hebben we wel eens gezegd. Het gaat niet over die walvis, maar het gaat uiteindelijk over Jonas, hoe die daarin zit. En dat is dan natuurlijk een heel proces van maken. In eerste instantie maken van maquettes, maken van modellen, maken van tekeningen. Maar uiteindelijk is dat team natuurlijk heel erg groot. En ik wil een aantal mensen in het bijzonder noemen. Uiteraard Amfest, onze opdrachtgever, die het lef heeft gehad om dit gebouw te realiseren, maar ook onze co-makers Felix, de landschapsarchitecten en ABT voor alle technische ondersteuning. Het interieur is door Publiek en Vos ontworpen, dus de inrichting van de interieurs. Ballast Nedammers bouwen en heel veel andere partijen. En uiteindelijk, dat vinden we altijd leuk om dit te laten zien, dit plaatje hebben we laten zien tijdens de tender die we wonnen in 2017. En uiteindelijk is dit het resultaat en we proberen met de gebouwen die wij maken, we hebben dat binnen het bureau ook wel concept en craft genoemd, om alles wat we verbeelden of wat we voorstellen, wat we visualiseren, uiteindelijk ook te realiseren, om dat waar te maken. Ja, en dit is uiteindelijk het eindresultaat daarvan. Dus dank en dank voor deze mooie nominatie. Ja, dames en heren, je zult maar in de jury zitten en hier een oordeel over moeten geven. We gaan nu naar een korte pauze, zo rond de 20 minuten. Als u een bepaalde schreeuw hoort, dan betekent dat dat u terug wordt verwacht in de zaal. Plezier, pauze. Ik krijg nog even een vraag over dat proefschrift wat ik even noemde. Misschien heb ik dat wat te snel de naam van de hooggeleerde dame laten vallen. Dat is Kirsten Schipper. Zij heeft is gepromoveerd over de geschiedenis van het Nederlandse architectuurbeleid. Dus eigenlijk voor ieder architectiebureau die behoort op zijn minst 10 exemplaren af te nemen. Om te leren van de avonturen van het Nederlandse architectuurbeleid. En we gaan naar het tweede deel. Voor degene die overigens een kopje thee of een kopje koffie hebben genoten. U heeft daar ook een heel bijzonder Fries gerecht bij gekregen. Ik weet niet of u weet wat u consumeerde. Ik zag sommigen denken, ja, is dat een Amsterdamse tompoes? Nou, dat is een grove belediging aan de Friese oranjekoek, wat u heeft geconsumeerd. Dat was een Friese oranjekoek, dat is een stevige aanloop voor de avondmaaltijd, kan ik u verzekeren. We gaan over naar het tweede deel van de presentatie. En er zijn er nog twee te gaan. En we beginnen met Arthe Fries en Donna van Milligen-Bjelke over de kunstwerf in Groningen. Mag ik klikken? Oh, sorry. Iedereen kan me al horen. Zal ik klikken? Klik jij maar. Okay. Ik zal eerst even vertellen, Arthe Fries en Donna van Milligen-Bjelke. En sinds 2017 werken we eigenlijk samen als één bureau. En de kunstwerf is ons eerste gezamenlijke gebouw wat we hebben opgeleverd. Ik leg meestal eerst even uit dat wij een bepaalde fascinatie hebben. We zijn architecten, we maken gebouwen, maar in plaats van dat we de focus heel erg op het gebouw zelf leggen, leggen we graag de focus op de ruimte die die gebouwen maken. Dus welke nieuwe ruimtes we toevoegen aan het stedelijk weefsel. En dit is daarvan een mooi voorbeeld. Het is in Rome, Piazza di Sant'Ignazio.
En dat gaat om die gebouwen die voor die kerk zijn gemaakt. Want die gebouwen zijn eigenlijk ingezet om de perfecte stedelijke ruimte, het voorportaal te maken van die kerk, Sant Ignatio. En het mooie is dat die gebouwen niet alleen heel erg dienend zijn als grens, hè, maar ook zelf een hele mooie en bijzondere positie innemen in het stedelijk weefsel. En wat wij er dus heel goed aan vinden is hoe je interieur, dus van de kerk, heel erg aan de publieke ruimte verknoopt. Hoe de gebouwen eromheen samenwerken met het interieur van die kerk. En hoe dat plein weer met de rest van de stad is verknoopt. Dat zijn kwaliteiten die ons heel erg geïnspireerd hebben om mee te nemen in de kunstwerf. Een andere kwaliteit is als je naar de theater gaat hier in Amsterdam, naar de Stad Schouwburg, dan begint je verhaal eigenlijk op het plein. Je komt aan, je parkeert je fiets of je bent met de metro of de taxi. Je loopt onder die bogen door, je hebt die pontificale entree, je gaat door de foyer heen, je loopt de trappen op en dan kom je in de zaal. En in de zaal is eigenlijk de plek waar de acteur zijn publiek ontmoet. En dit is een toneelstuk van De Warme Winkel en die deed het omgekeerde. Die begon aan de achterkant van het theater. Dus de plek waar de acteurs elkaar ontmoeten. En wat hier te zien is, ze spelen hier aan de achterzijde. En er zit een groot raam waardoor je de grote zaal zag. Daar speelde toneelgroep Amsterdam. En ze maakten eigenlijk een persiflage en een hommage over het maken van theater. En dit is eigenlijk de tussenruimte waar wij dachten, daar moeten we het over hebben als we dit ontwerp gaan maken. Want het is een makersgebouw. En dit makersgebouw is bedacht door de gemeente. En het is een huisvesting voor 4 verschillende theatergezelschappen. Het Noord-Nederlands Toneel is daar gehuisvest in deze zaal. En ze wilden allemaal een eigen huiskamer hebben. Allemaal een eigen zaal hebben, maar ze hadden niks gemeenschappelijk. Het ligt dicht tegen de stad aan, dus we zien daar het Groninger Forum links en de Martinikerk. En hiervoor ligt ons gebouw op het voormalige gasfabriekterrein. Dat gasfabriekterrein was omsloten, dus daar links bovenin bij de grote schoorstenen, dat is de locatie. Het was een verborgen plek in de stad, zoals er al meer verborgen plekken in de andere presentaties voorbij zijn gekomen. Maar het had 1 entree en dat is hier en aan die linkeras is dat te zien. Dat was de plek waar de mensen naar binnen kwamen om te gaan werken en om hun gasrekening te betalen. Dat was ook er lag een klassieke tuin aan, maar in de tijd was dat verrommeld. Er lagen 2 villa's, die zijn daar links en rechts van die gele lijn te zien. En het idee van de gemeente was om hier op die roze plek, bij die 10B, om daar dat theatergebouw te maken. Een U'tje wat zich om de gebouwen heen nestelde en daar dicht tegenaan zat. En tegen de villa, die hier te zien is, er tegenaan zou manoeuvreren. Toen we daar kwamen de eerste keer, waren we gebiologeerd door dit gebouw. Dit is het gebouw wat op de locatie ligt, de oude elektriciteitscentrale die door de tijd gegroeid is. En er is een plekje ontstaan, daarbij het trappetje, wat meedoet aan de straat, maar ook een zekere distantie heeft. Je ziet die 20e-eeuwse architectuur met die bogen. En onder die bogen daar zaten de dansers zaten daar te roken. Dat was een plek die meedeed, maar ook een zekere distantie had. En wat we getracht hebben is dat we, hier die grote zwarte vlek, dat was het gebouw wat we net lieten zien. Ons idee was om een gebouw te maken wat aansluiting zoekt bij de stad, een centrale plek te maken en zich op een strategische manier zou manoeuvreren tussen die monumenten. Dit zijn de eerste maquetten die we daarvan gemaakt hebben, nou niet de eerste, want daar is van keramiek gemaakt. Maar we zien daar centraal zien we die centrale ruimte liggen in het midden. En dat is eigenlijk de zaal die we uitgevonden hebben, zoals ook De Warme Winkel een zaal heeft uitgevonden. Hier is dat te zien. Op de linkerpagina zien we dat U'tje. Dus wat we gedaan hebben is dat we het gebouw gefragmenteerd hebben met allerlei verschillende aansluitingen richting de stad. En dat we de villa centraal in het plan gelegd hebben. Hier is dat te zien, de villa die midden in het plangebied komt te liggen.
En de woningen, het gemeentelijke monumenten, waarvan we zeiden, we mochten hier bouwen tot 12 meter naast die woningen, meteen hier aan de weg. Maar we wilden daar een zekere distantie tot houden. En we hebben eigenlijk getrapt naar achteren, hebben we dat gebouw gemanoeuvreerd. Dit is het programma van de vier gezelschappen. Het plot was eigenlijk te krap. En zeker ook wanneer wij het vrij wilden houden naast de bestaande monumenten. Dus het is heel erg in elkaar verweven om ervoor te zorgen dat elk gezelschap wel een echte entree heeft, herkenbare entree heeft aan de straat. Hier links zie je alle verschillende entrees die verspreid zijn over het gebied. Zoals dat het hele gebied, alle stegen en doorgangen geactiveerd worden. En het tweede plaatje zie je de grote zalen. En eigenlijk zijn al die zalen op hun eigen manier verknoopt met de omgeving, hun eigen relatie met de stad. Hier zie je een van de huiskamers. Dat is elke keer direct na de entree is een huiskamer die weer aan het publieke gebied grenst. Er zijn ook veel zalen die dus direct aan die binnentuin grenzen, die daarin doorlopen. We hebben ook voor gezorgd dat we eigenlijk de kozijnen, dus de overgangen, zo min mogelijk zichtbaar hebben gemaakt, zodat het echt een soort van verlengstuk is van het publieke weefsel. Dat het echt doorloopt van buiten naar binnen. We hebben ook een aantal zalen op hoogte. En daar heb je juist weer hele andere relaties met de stad. Dus bijvoorbeeld links kun je opeens weer heel dicht op het monumentale regulatorshuisje kijken. En rechts meer de lange lijnen waarmee het verbindt aan de stad. En dit is eigenlijk wat we hebben gedaan. Dus we hebben met ruimte gedefinieerd door het doorzetten van de bestaande muur. Dus in het rood zie je de restanten van de oude fabrieksmuur. En eigenlijk hebben we die opgepakt en ingezet als een soort organiserend element. Dus soms is een muur echt een muur. Soms wordt het een kolonnade, soms wordt het een poort en soms wordt het een stukje gebouw. Om zo die ruimte te regelen. En we wilden dat het gebouw voor zichzelf spreekt. Dus dat het heel intuïtief te begrijpen is. Dus elke keer als bijvoorbeeld de zwarte plint, die organiseert eigenlijk de uitwisseling tussen het programma en het stedelijk weefsel. Elke keer als de plint een stukje omhoog gaat, wordt er duidelijk gemaakt dat daar een entree zit of een onderdoorgang. Wanneer het heel open wordt, wordt duidelijk dit is publieke ruimte, maar je bent te gast ergens. Dus op zo'n manier duidelijk te maken dat het wel publieke ruimte betreft. Hier zie je de ruimte waar Art het net over had. De achterkant. En we vonden het ook heel belangrijk om de muur tussen onze ruimte en de achtertuinen van de buren mee te nemen in het plan. Omdat je nu ziet dat je eigenlijk door die muur mee te nemen niet meer met een achterkant te maken hebt. Sorry, Art. Maar dat het echt een voorkant is geworden, dat het een plein is geworden. Dus hier zie je die muur en je ziet ook dat er af en toe een doorgang in zit. Dat de buren gebruiken dit allemaal nu om met een fiets uit een tuin te komen. Maar wat je ook ziet is dat we in plaats van een dode muur eigenlijk zitjes in de muur hebben gemaakt. Geïnspireerd op de klassieke theaterlotjes. Maar ook om ervoor te zorgen dat die muur een soort van actieve, korst mag ik niet zeggen, maar een actieve rand heeft die gaat leven. En 's avonds gaan de lampjes aan, hè, waardoor je echt dat theatergevoel in die publieke ruimte om dat hele gebouw heen kan proeven. Het gebouw is dus op verschillende manieren, of de binnentuin is op verschillende manieren aan het stedelijk weefsel gekoppeld. Dus op plekken waar er onderdoorgangen zijn, hofjes. Elke keer door zo'n poort naar zo'n hofje toe hebben we elke keer programma aan weerszijden gedaan. Dus dat er controle is op de doorgang, of tenminste dat het prettig aanvoelt. Arcades om duidelijk te maken dat het een bijzonder soort ruimte is, maar dat je zeker welkom bent. En we hebben een aantal kolonnades. Nou, dat was vanuit het programma wenselijk om grote volumes naar boven te brengen. Om zoveel mogelijk ruimte op die begane grond te krijgen voor die tuin. Maar er ook voor te zorgen dat de dansers nog steeds een overdekte plek hebben om te roken als het slecht weer is. Die binnentuin is in feite een soort publieke hortus conclusus. Maar ook een soort aaneenschakeling van verschillende soorten tuinen. Dus we hebben echt geprobeerd dat stedelijk weefsel te verlengen met een serie van verschillende soorten publieke ruimtes.
En Piet Oudehof heeft het beplantingsplan gemaakt. De foto's is het allemaal pas net aangeplant. Dit is een jaar geleden, dus het is nu al een stuk hoger. Maar uiteindelijk zullen, we hebben ook bijvoorbeeld die zitkuil links, een soort buitenkamers gemaakt waar de hele beplanting ook aan mee gaat werken. Dus als dat straks omhoog is, is dat een soort, als die beplanting helemaal omhoog is gegroeid, dan zal die zitkuil een soort geheime buitenkamer worden. Het enige wat dus ontbrak in het programma van al die theatergezelschappen is de grote zaal, waar eigenlijk het publiek, de acteurs en de dansers zouden ontmoeten. Eigenlijk om ervoor te zorgen dat die plek er wel in komt, hebben we in het midden van de publieke ruimte, eigenlijk waar alle tuinen samenkomen en alle gezelschappen samenkomen, als een soort metafoor een amfitheater gemaakt, meer als plek van samenkomst. Waar niet alleen de acteurs en verschillende gezelschappen elkaar kunnen ontmoeten, maar ook de Groninger de gezelschappen kan ontmoeten. Dus waar alles samenkomt. Dat is ik dacht misschien kan jij het overnemen. Doe jij het. We hebben gestudeerd om te kijken van hoe kunnen we nou die binnenruimte activeren. En hebben gekeken naar hoe Sebastian en Serlio rond 1600... theaterdecors opbouwden. Dus je hebt heel weinig diepte. Toen keken we van nou, we willen eigenlijk voor elkaar krijgen, net als een theaterdecor, dat je niet weet waar de spelers opkomen. Dus op elk moment, op elk plek, elk tijdsmoment, kan er ergens een speler op het toneel tevoorschijn komen. En dat hebben we gedaan door al die verschillende doorgangen. Zoals wij werken, we praten wel, maar niet altijd alleen maar over architectuur. We praten de hele tijd in beelden met elkaar. En dus de hele tijd, we vinden elkaar in beeld. En dan gaan we analyseren wat we zien. En dat gaat tijdens een prijsvraag, was dit zeg maar het Eureka-moment dat we dachten van dit willen we maken. En dit is een markthal aan de linkerzijde en die is omgebouwd naar een theaterhuis in Duitsland rond de oorlog. En wat we zo prachtig vonden was die horizontaliteit die we op de begane grond zien en die verticaliteit die daar naar boven toe komt. En dan de openheid van die publieke ruimte aan de onderzijde. En dan ja, die geslotenheid erboven, want het is een theater. Het gaat ook over concentratie. En aan de rechterzijde zien we de Westergasfabriek terrein. Die massieve, zware plint. En daarboven het industriële karakter. En we hebben heel veel maquettes gemaakt met verschillende gevelstudies. En dit was eigenlijk onze definitieve gevel waarvan we gekeken hebben. Nou, we maken zo'n een basisplint van zwart gepolijst beton die op sommige plekken gezandstraald is. Daarboven hebben we een veetje van wit beton die verticaliteit. En daarboven toe hebben we hem nog verticaler gemaakt, zodat het gebouw oplost naar boven toe in de lucht. En wat je ziet is dat die boven de kleur van de lucht gaat overnemen. Hier is dat te zien. Dit is Donna en de broertje die beneden naar de gevel staan te kijken toen hij af was. En dus we zien hier die zwarte horizontale band. En het mooie eraan is eigenlijk dat elke keer alsof het goed of slecht weer is. En we waren met de jury met ongelooflijk slecht weer. Dat is altijd als een jury langskomt, is het slecht weer hier. Maar de zon die pakt die gevel op en verandert door de hele dag heen. Ja, dus die hele zwarte gevel is opeens helemaal wit geworden, juist door de reflectie. Ja, en hier zien we dat ook. Ja, en je ziet elke keer dat er een ander deel van de gevel opgelicht wordt als de zon eromheen draait. Dus het is één gebouw, maar het blijft veranderen door de manier waarop het licht erop schijnt. Jij bent dat. Ja? In de architectuur hebben we aansluiting proberen te zoeken en in vormentaal, maar in de materialiteit hebben we onderscheid proberen te zoeken. Dus we hebben getracht, of we hebben een nieuwe architectuur toegevoegd die gebaseerd is op de bestaande architectuur. Een architectuur die de bestaande bebouwing omarmt, maar altijd het centrum met die zaal voor ontmoeting. Ja, met de monumenten als hoofdrol in het midden van het plan. Ja. Dat was het. Af en toe heb ik wel de neiging om als ik dit soort presentaties hoor te denken
dat er in Delft ook wordt gedoseerd in poëzie en zo. De fantastische manier waarop dit soort gebouwen worden beschreven. Gebouwen praten met elkaar. Als kijker zit je dan te kijken, hoe gebeurt dat dan? En hoe gebeurt het dan precies? Of het gebouw eindigt in het niets en zo. Eindigt dus in de lucht voor ons. Het is schitterend om dat soort beschrijvingen te horen. Dat gaat trouwens ook voor heel veel beschrijvingen die je in architectuurbladen leest over gebouwen. Ik vraag me alles af of als er een recensent dan tekeer gaat over zo'n gebouw, of menig architect zich nog herkent in de manier waarop zijn gebouw wordt beschreven, omdat hij denkt van nou, soms worden daar dimensies aan toegevoegd waar ik nog nooit over had nagedacht. We gaan naar de laatste presentatie en die is de presentatie door Ronald Jans en Bastiaan Jongerius over de Groenmarkt in Amsterdam. Dank u wel. Dit project heb ik gedaan, Ronald Jansen, met Bureau Harrow en Bastiaan Jongerius architecten, die zitten hiervoor. En het is belangrijk om dat te vermelden, omdat we echt als een team met z'n drieën zijn opgetrokken. Dus Harrow is de landschapsarchitect en we hebben dit project ook meteen als een totaalproject opgepakt, waar landschap even belangrijk is als wat wij doen, Bastiaan en ik, architectuur maken. De locatie is hier heel dichtbij. De Groenmarkt heet de locatie en de Groenmarkt, ik kan er gewoon naartoe lopen, is dit gebied. En het heet Groenmarkt omdat hier vroeger de groente van Amsterdam aankwam, op deze plek. Daarom zijn het ook vrijstaande gebouwen, dus deze afgesneden vormen, die zijn ontstaan omdat de karren met de groente, met de producten, de bocht moesten kunnen nemen. En daarom hebben we deze gebouw deze vorm. En het is ook heel bijzonder dat op deze plek vrijstaande gebouwen staan. En ons project met de dikke lijnen eromheen zijn ook vrijstaande gebouwen, wat heel uitzonderlijk is om nog te kunnen maken in het centrum van Amsterdam. Dit is een tender van 2015, dat is al best lang geleden. Toen maken we nog gebouwen op gas, met gas, dat doen we nou niet meer. Dus dit is ook een heel bijzonder project, omdat tijdens de hele ontwikkeling we het hele gebouw hebben omgezet naar gasloos. Naast het maken van twee gebouwen was in de uitvraag werd er ook om een plein gevraagd. Dat ligt in het midden van het project, hier zo. En in de uitvraag wilde de gemeente een groen plein. Maar Harrow is stronteigenwijs. En Harrow dacht, dit is niet het beste plan. We maken een plan wat juist voor iedereen is. Waar zowel kinderen kunnen spelen, waar zowel groen is. Een beetje groen, maar waar ook zowel ouderen kunnen vertoeven. Want in het programma van deze uitvraag zouden 13 zorgwoningen voor ouderen komen. Dus Harrow bedacht, dat moet een plein zijn voor iedereen. De configuratie was helemaal open. We konden de gebouwen plaatsen zoals we wilden. Alleen het Marnixgebouw aan de Marnixstraat hier zo, daar was van in de uitvraag stond dat daar een gebouw moest komen wat zich schikte naar de 19e-eeuwse stad. Maar verder was het helemaal vrij. Dus in de eerste, de voorselectie, hadden we 3 gebouwen. En dat is wel vrij bijzonder als we nu, als de architect die in die zaal zit, als je ziet hoe dichtgetimmerd de tenders nu zijn, dat je, als je het gebouw is bijna al bepaald door de gemeente en deze. Dus in die zin is dit uitzonderlijk als we kijken hoe we nu naar tenders, aan tenders werken. Dus we waren heel vrij. Er moesten alleen maximaal 41 woningen komen. Dat is natuurlijk in deze tijd heel weinig. Het zijn er 39 geworden. Aan de Marnixstraat in het blok zitten 4 woningen. Maar 4. En in het Singelgrachtgebouw, zoals we het noemen, zitten 25 woningen. Met daarin, in dat Singelgrachtgebouw, 13 woningen voor ouderen dus. Dit is hoe het nu is. Google. En hier zien we het Marnixgebouw, hier zien we het Singelgrachtgebouw met een groen dak en een zwembad. En het plein wat Harrow heeft ontworpen. Maar Harrow heeft ook het groene dak ontworpen. En Harrow heeft ook een idee bedacht voor hoe de planten tegen de gevels op kunnen groeien. Maar daarnaast zitten er ook nog meer dan 200 nestkasten voor insecten, vogels en vleermuizen. Dit is dat plein, dat besloten plein, waar en gespeeld kan worden zoals de uitvraag, maar ook waar een rand is, dus het plein is een beetje verzakt, waardoor het een rand is wat een natuurlijk zit-element is geworden.
Aan de rechterkant ziet u het Singelgrachtgebouw en aan de linkerkant, het verdwijnt bijna, maar dat was ook de uitvraag, het Maningsgebouw tussen de vrijstaande gebouwen aan de Maningstraat. We hebben de tweedeling van het plan, dus dat één gebouw aan de Maningstraat moest komen te liggen en het andere gebouw aan de Singelgracht, ook tweeledig opgevakt. Dus het Maningsgebouw schikt zich naar die 19e eeuwse architectuur, terwijl het Singelgrachtgebouw een vrijstaand gebouw is van deze tijd. En dat hebben we opgevat als een kraal binnen een ketting van vele kralen, omdat de Singelgracht niet een natuurlijk profiel was van de oude stad van Amsterdam. Op deze plek van de Singelgracht lagen de vestingwerken, daar is maar één stukje van over. Dat ziet u helemaal linksboven. Dus dat het Singelgrachtgebouw mocht een eigentijdse architectuur krijgen in die kralenketting van heel veel tijden van bouwen. Dus dat ligt een parkeergarage, er ligt een politiebureau van de jaren 90. Maar, en er liggen bijna geen oude gebouwen. Dus dat Singelgracht mocht stralen. Alleen, hoe maak je nou zo'n gebouw van deze tijd? En omdat er 13 zorgwoningen moesten komen voor ouderen uit de buurt, uit de Jordaan, heeft een van de twee opdrachtgevers, de opdrachtgevers zijn Edwin Oosmeijer en de HBB Groep. En Edwin Oosmeijer nam het initiatief om interviews te gaan doen met een documentairemaker in de Jordaan. En er kwamen fenomenale verhalen uit, dus ook, zijn ook fenomenale beelden. Maar er kwamen wel ideeën uit of wensen uit die ik best wel moeilijk vond. Dus mensen wilden erkertjes, balkonnetjes, naar buiten kijken, contact met de straat en ik wil een flatje. En ik jeetje, ik denk niet dat vele mensen voor jullie kennen wat ik normaal ontwerp, maar dat vond ik best wel heel ingewikkeld. Erkertjes en balkonnetjes. Maar het idee kwam eigenlijk toen, ik woonde toen op de Prinsengracht. En die Prinsengracht zijn eigenlijk hele rationele bouwblokken. Het zijn allemaal, het lijkt heel wilderig, maar als je er goed naar kijkt, is het allemaal bijna hetzelfde. Het zijn drie raampjes en het is een vrij rationeel blok. Maar aan die binnenkant is het heel wilderig. Daar zijn het uitbouwtjes, aanbouwtjes. Het is een hele lichte wereld. Wit en grijs en ook nog best wel groen. Dus het idee is, wat u hier rechts ziet, is dat we eigenlijk zo'n heel rationeel grachtengordelblok binnenste buiten hebben gekeerd en die rationaliteit in het gebouw hebben gelegd en die wilderigheid, of die rommel, die positieve rommel aan de buitenkant hebben gelegd. Dus het Maningsgebouw, even terug naar het Maningsgebouw, wat zich volledig schikt op een hedendaagse manier aan die Maningsstraat met ornamenten zoals ze hoort bij die 19e eeuwse architectuur, zoals jullie hier ook ziet, maar ook een verfijning in materialisatie met detaillering en met heel veel nestkasten. Dus hier ziet u, als je goed kijkt, de vleermuizen zitten. Of niet de kasten zitten, de vleermuizen zie je niet zitten. Met een vrij typische Amsterdamse benedenbovenwoning. Dus vier woningen, twee boven en twee beneden. Voordeur aan de straat, wat heel erg past bij de Maningstraat. En heel subtiel met ornamenten van bakstenen een accent geven aan iedere woning. Met een erker aan de zijkant en de vleermuiskasten in de prachtige baksteengevel verwerkt. Het Singelgrachtgebouw is een heel ander gebouw. Dus op de eerste verdieping zijn er 13 woningen voor ouderen. En dat was best wel ingewikkeld om daarover na te denken. Want kijken naar oudere woningen, hoe die normaal georganiseerd zijn, wat ik vond in tijdschriften en publicaties, zie je in één keer dat er van een appartement een heel ander soort woning wordt gemaakt. Als je kijkt naar zorgwoningen voor ouderen, dan staan daar twee bedden achter elkaar. In plaats van dat een tweepersoonsbed is, omdat die twee bedden achter elkaar beter zijn voor arbo-regels. Dat iemand naast een bed kan staan. En dat vond ik wel heel treurig, want dit is wel de laatste fase van ouderen in dit project. Dus er zijn er al een aantal weg. Komen weer nieuwe terug. Maar de uitdaging was om een echt appartement te maken voor ouderen. Dus dat er niet twee bedden achter elkaar hoeven te staan, dat het wel kon, maar dat er wel een echt tweepersoonsbed kon staan. En dat het een appartement was, dus waar met een slaapkamer en een woonkamer. In plaats van één kamer waarin twee bedden stonden. En dat hebben we gerealiseerd op deze verdieping. En de breedte van die woning is 6,30 meter, want dat is de enige, de minimale breedte om dat programma kwijt te kunnen. En dat was
de basis van het hele project. En dus de basis zijn die zorgwoningen. En daar is de structuur op bepaald voor alle vrije sectorwoningen die eromheen zitten. In allerlei vormen, van duplexwoningen tot penthouses. Van relatief klein, toen 74 vierkante meter, tot relatief groot, 160 vierkante meter. Dus het is een weerwar van typologieën. In de plint zitten bedrijfsruimte en maisonettes aan de linkerzijde. En op het dak heeft Harro iets heel bijzonders bedacht. Dit is Nettie, onze heldin. Zij woont in zo'n sociale woning. We mogen altijd bij haar komen als we jury's hebben. En Nettie komt uit de Jordaan. Dus wat we hebben onderzocht en ook beloofd in de voorronde, dat het woningen zouden worden voor ouderen uit de Jordaan, is ook een werkelijkheid geworden. Want naast Nettie, meneer De Vries komt ook uit de Jordaan. En Nettie is helemaal happy. Nettie heeft een sociale woning. Niet met één balkon, met twee balkons. Omdat één balkon zit aan de oostzijde. Maar het tweede balkon heeft zo ook nog zicht op de Singelgracht. En hier is in detail te zien hoe die weerwar van balkonnetjes en erkertjes en gommel werkt. Bouwkundig heel ingewikkeld, dus ik heb een enorme compliment voor de bouwer, HBB Bouw. Voor het geduld en de aandacht en de zorgvuldigheid van zowel de mensen op de bouwplaats als de begeleiding. Want dit is echt heel ingewikkeld om te bouwen, kan ik u vertellen. En op het dak, wordt het al zichtbaar, is een duinlandschap bedacht door Harro. Want Harro kwam erachter dat de duinen op dezelfde hoogte lagen als het hoogte van dit dak. Dus hij bedacht een duinlandschap. En ik weet nog heel goed dat toen hij het presenteerde aan het team, toen we nog met een prijsvraag bezig waren, want een uitvraag werd min of meer gesteld van dat er moestuin moest komen. Nou, moestuinen klinken heel positief, maar meestal mislukken die omdat de mensen in de stad zich vergissen hoeveel werk het is om een moestuin te onderhouden. Moestuin op het dak is ook niet helemaal optimaal voor de grond. Dus Harro had het idee van een daktuin met een duinlandschap. En ik weet nog heel goed dat Edwin Oosmeijer mij s'avonds belde tijdens de tenderfase en zei, ja, dat dak met die duinen, dat kan toch helemaal niet? Toen zei ik van, ja, maar jullie begonnen wel, kregen allemaal wel een smaal op jullie gezicht en we moeten winnen. En toen is het toch besloten te doen. Dus op het dak staan twee gebouwtjes, een schaduwhuis en ook deze wintertuin noemen we het. Die is van glas, dat is waar de lift daarboven zit. Een zwembad en een duinlandschap. U denkt misschien die bomen, dat gaat niet helemaal goed, maar Harro vond het ook belangrijk dat die schuin stonden, omdat bomen in het landschap en duinen, die zijn een beetje schuin, zoals de Zeeuwse bomen. En het is een paradijsje. Iedere keer als ik er kom, liggen er wel mensen in het bad, in het zwembad. En dus iedereen kan in het zwembad. Hè? Dus je ziet ook vaak drie generaties in het zwembad liggen. Zowel de oudjes van de verdieping met de sociale woningen als de gezinnen met kinderen. En dit is het laatste beeld met het schaduwhuis, wat we ook bedacht hebben, omdat het wordt steeds heter. Dus je hebt ook een plek nodig op het dak waar je even uit de zon kan komen. En iedere keer is het weer verwonderlijk hoe mensen op dit dak een plek vinden. Soms zit er om de hoek iemand te werken of zit zijn kind een boekje te lezen in dat schaduwhuis. Dank jullie wel, dat was het. Wie onderhoudt het zwembad? Misschien bovenop het dak. Nee, dat is een goede vraag. De dakdokters, die zitten hier ook in de zaal, die hebben de uitvoeringen van het dak gedaan. Dat hebben ze fenomenaal gedaan. En er is een onderhoudsplan voor het dak. En ze komen geloof ik 4 keer per jaar of zo. Goed onderhouden. Prachtig. We gaan naar het moment suprême. Dat is de bekendmaking van de winnaar door de voorzitter van de jury. Ik zou graag het woord willen geven aan Meta Knol. Ja, dankjewel Ed. Volgens mij hoeven we helemaal geen prijs meer uit te reiken. De middag is nu al geslaagd met zo'n waterval van mooie beelden en goede verhalen over architectuur.
Maar goed, ik denk dat jullie toch wel willen dat we die prijs gaan uitreiken. Dus, graag stel ik eerst de jury aan u voor. Die zijn benoemd door het bestuur van de AB Bonema Stichting. Van links naar rechts ziet u, even kijken voor u links, Mark natuurlijk, Mark Visser, die optrad als secretaris van de jury. Gus Tielens, Steven Delpa, Kees Kaan, Domin Ikker. En dan hebben we Hedwig Zaam en tot slot Nathalie de Vries. En bij deze ook heel veel dank aan de jury voor de inspirerende gesprekken. Eerst de feiten, dan de weging. Voor de AB Bonema Architectuurprijs 2023 zijn 60 projecten ingediend. Net iets meer dan de 56 inzendingen van de vorige editie in 2021. Na een aantal beoordelingsrondes heeft de jury tijdens de eerste zitting een voorselectie gemaakt van 10 inzendingen. Deze 10 projecten, alle 10, zijn ter plaatse bezocht, waarbij de ontwerpers en soms ook de opdrachtgevers toelichtingen gaven. En tijdens het slotberaad werden uiteindelijk 5 inzendingen genomineerd. De jury was unaniem in het aanwijzen van de winnende inzending. Bijna de helft van al die inzendingen, van al die 60, heeft betrekking op woningbouw. En de overige betreffen onderwijsgebouwen, bedrijfsgebouwen, theaters, musea, horeca, hotels, een ziekenhuis en ook nog een station. En de geografische spreiding over Nederland was ruim, van Vlieland tot Maastricht en van Middelburg tot Veenhoord in Drenthe. In Amsterdam staan maar liefst 19 van de gebouwen en in Rotterdam waren dat er 5. Bij de beoordeling houdt de jury oog voor het door de bestuur van de AB Bonema Stichting vastgestelde reglement. Daarin staat dat het integrale samenspel van gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde centraal moet staan. Maar naast deze criteria hanteert de jury sinds enige jaren ook de door Floris Alkemare geformuleerde basiswaarde voor goede architectuur. U weet het misschien nog. Het gaat er daarbij om moedig, barmhartig en utopisch te zijn. Het zijn goed gekozen termen omdat ze tijdloos zijn. Het jaarthema optimisme vormt een aanvullend aandachtspunt bij de beoordeling. In de aankondiging voor de AB Bonema prijs is het jaarthema als volgt geformuleerd. Projecten van AB Bonema getuigen van een doordachte en heldere ontwerpbenadering, waarbij logica en rationaliteit een belangrijke rol spelen in het creëren van efficiënte en duurzame gebouwen. Bonema's bekwaamheid om complexe problemen op te lossen met gevoel voor orde en structuur heeft bijgedragen aan het creëren van inspirerende en optimistische architectuur. Vooruitkijkend zal de jury bij de beoordeling van de inzendingen speciale aandacht besteden aan projecten die die optimistische en hoopvolle visie op de toekomst uitstralen. Kunnen bijvoorbeeld projecten zijn die innovatieve oplossingen bieden voor ecologische of maatschappelijke uitdagingen, of gebouwen met een positieve impact op de omgeving. De focus op het thema optimisme kan ook worden gebruikt om architecten te belonen die blijkens hun instelling getuigen van een positieve kijk op de toekomst. Het discours van deze jury bouwt voort op de discussie die werd gevoerd bij de AB Bonema prijs voor jonge architecten in het afgelopen jaar. Want bij een architectuurprijs staat meer op het spel dan architectuur alleen. Bijdragen aan duurzame ontwikkeling is tegenwoordig een absolute must. En voor de jury is het daarom vanzelfsprekend dat bij alle geselecteerde projecten duurzaamheidsmaatregelen zijn genomen. De mate waarin dat gebeurt en op welke manier dat gebeurt verschillen echter nogal. De jury beseft dat de voor deze editie ingezonden projecten weliswaar gebouwd in 2021-2022, maar waarschijnlijk al rond 2015 of zelfs nog eerder in opdracht zijn gegeven. Sommige ontwerpen zijn experimenteel, andere zijn nog gebaseerd op toenmalige inzichten. En naast bouwtechnische duurzaamheid vindt de jury het ook van groot belang dat een gebouw lang actueel blijft en gebruikt kan worden in veranderende omstandigheden. Enkele ingezonden projecten betreffen hergebruik en transformatie van op zichzelf niet heel bijzondere gebouwen. U hebt dat zojuist gezien. De jury is positief over deze ontwikkeling. Die stemt tot optimisme. Het begint gemeengoed te worden om eerst de mogelijkheden van hergebruik te onderzoeken en pas in tweede instantie geheel of gedeeltelijke nieuwbouw te overwegen.
in plaats van rücksichtloos te slopen voor nieuwbouw. Wij denken, als je bouwt en daarmee dus materiaal investeert en energie, ga dan een stap verder dan de standaard. En wees zo moedig om meer te doen dan de strikte interpretatie van de opdracht voorschrijft. Maak toekomstbestendige architectuur waarbij zichtbaar is dat de architect vanaf de eerste stap tot de laatste snik toegewijd is geweest aan het proces. Het loont om te onderzoeken hoe je verandering teweeg kunt brengen voor beide gangbare modus operandi. En hoe je samenwerkingspartners ertoe kunt bewegen om deel te nemen aan dat broodnodig onderzoek naar een duurzame, toekomstbestendige architectuur. Dat kan consequenties hebben. Het kan betekenen dat er geschoven moet worden met de investeringen. Dat particulier bezit openbaar bezit wordt, of dat zelfs de hele opgave ter discussie wordt gesteld. Omdat je als architect ook kunt zeggen, het kan wel zijn dat dat uw vraag was aan mij, maar als ik kijk naar wat de ambitie daarachter is, dan zou ik het toch echt heel anders aanpakken. De moed hebben om daaraan vast te houden, misschien zelfs ten koste van het verliezen van de opdracht, is niet eenvoudig. Maar als het lukt om dat voor elkaar te krijgen en er ontstaat een overtuigend architectonisch concept, dan creëer je echt impact en kan architectuur bijdragen aan maatschappelijke meerwaarde voor beide opdrachten. Dat is goede vernieuwende architectuur. De kracht van Abe Bonema schuilt in goede vakinhoudelijke argumentatie. De jury bezoekt de projecten plekken om te horen wat de betrokken architecten te vertellen hebben, maar ook om het gebouw te kunnen ervaren, aanraken, voelen, ruiken, beleven. We nemen er de tijd voor en ook willen we er woorden aan willen geven. Aan de toekenning van de 5 nominaties ging een zorgvuldig selectieproces vooraf. We bezochten alle 10 projecten. En de jury spreekt waardering uit over de 5 projecten die wel bezocht zijn, maar die uiteindelijk afvielen bij de keuze voor de nominaties. Want ook dat zijn projecten met uitzonderlijke kwaliteiten, zoals deze. Het Zuidpleintheater in Rotterdam van architectenbureau De Zwarte Hond is van binnen en van buiten een aanwinst voor de stad. Het is knap hoe in deze sociaal kwetsbare omgeving een kloek en robuust gebouw is ontworpen, waarbij de gevel met zijn ragfijne voile een sensibel decor vormt voor nieuwe stedelijke levendigheid. Het Biobased kunstenaarsverblijf van architectenbureau SLA, eveneens in Rotterdam, ziet de jury als een moedig en gedurfd experiment met 100% biobased materialen. In het gebouw zijn op liefdevolle wijze genereuze poëtische ruimtes ontstaan met een hoge gebruiks- en belevingswaarde. De vernieuwing van het Willem I College in Tilburg door nieuwe architecten getuigt van aanstekelijk enthousiasme voor het toepassen van hout als constructiemateriaal. Maatvoering en het spannen lijnenspel van de gevel leveren binnen het doelmatig opgezette onderwijsgebouw een stoer beeld op. Er zijn bij deze editie verschillende inzendingen van woongebouwen waarbij sprake is van collectief-privaat opdrachtgeverschap, CPO. De architectonische expressie van het gebouw Weiland van architectenbureau Space en Metro op Eiburg springt daar in deze categorie bovenuit. En dan zijn er nog de voortuinen in Amsterdam. Architectenbureau Elephant is erin geslaagd en tot woningen getransformeerd kantoorgebouw van architect Arthur Staal om te vormen tot een sprankelende verticale stad met een spectaculair gevelbeeld. In dit geval betreurt de jury het wel dat de architect niet betrokken is geweest bij de uitvoering, wat duidelijk terug is te zien in het gebrek aan detaillering. De jury van de Abe Bonema prijs is zich ervan bewust dat de huidige contractvormen meestal niet meer voorzien in een complete rol van de architect, van ontwerp tot oplevering. En de jury roept opdrachtgevers nadrukkelijk op om architecten weer te betrekken bij de regie en de controle over de uitvoering van hun ontwerpen. Het is zo pijnlijk zichtbaar als dat niet het geval is. Ja, dan ga ik nu over naar de beoordeling van de genomineerde projecten. En daarbij hou ik dezelfde volgorde aan als in de presentaties. En ik heb hier de beroemde gouden envelop, die ik nog even opzij leg. En zo dadelijk aan het Nijpelse overhandigen.
Wat deze vijf nominaties gemeen hebben, is dat ze naast het stedelijk weefsel rondom het gebouw repareren en de openbare ruimte eromheen activeren en ook daarmee optimisme uitstralen. Het stimuleren van ontmoeting blijkt een belangrijke doelstelling. De tuin van Pillows vloeit naadloos over in het Oosterpark. Op de kop van de pier in Eiburg creëert Jonas een stadstrand en amfitheater. Het schoenenkwartier zoekt de dialoog met het Raadhuisplein. De gebouwen bij de Groenmarkt omarmen een openbaar speelplein. En bij de Kunstwerf vormt de ruimte rondom het gebouw zowel het decor als het podium voor ontmoeting. Eerst naar Pillows. De jury heeft grote waardering voor het ontwerp van Pillows Grand Boutique Hotel. Maurits at the Park. Een hele mond vol. Het succes schuilt in de integrale totaalaanpak van interieur tot landschapsontwerp. De nauwkeurige positionering van de uitbreiding is daarbij een ijzersterke strategische keuze. Het groene Oosterpark is om het pand heen gedrapeerd en tot in de haarvaten van het hotel doorgetrokken. Voelbaar is dat het ontwerp een grote fascinatie laat zien voor het DNA van het bestaande gebouw. Het karakteristieke uit 1908 daterende ontleedkundig laboratorium van de Universiteit van Amsterdam. Op dat DNA wordt door Winhof op bewonderenswaardige wijze verder doorgeborduurd. De transformatie activeert als een katalysator de openbare ruimte eromheen en Pillows is daarmee een bijzondere aanwinst voor de stad. Ja, heel goed. De jury vindt het schoenenkwartier in Waalwijk een verbluffend geslaagde transformatie van een op het eerste gezicht niet bijster bijzonder betonnen kantoorpand. Het getuigt van lef en moed om dit casco te hergebruiken en er met slimme ingrepen nieuw leven in te blazen. In het voormalige kantoorgebouw zijn grote kijkgaten gezaagd, waarmee fascinerende kijkdozen zijn gecreëerd. En Civic Architects lijkt dan ook bewust te spelen met ruimtelijke contradicties en onevenwichtigheden, mede in co-creatie met andere ontwerpers en betrokkenen. De hoge gebruikswaarde en daarmee ook toekomstwaarde zijn medegelegen in het feit dat de community van Waalwijk nadrukkelijk verbinding zoekt en vindt in het gebouw. Vanuit maatschappelijk perspectief en als voorbeeld van transformatie is het schoenenkwartier optimistisch en inspirerend. Jonas op Eiburg onderscheidt zich van andere woongebouwen door de vele collectieve voorzieningen. Door de woningen iets te verkleinen wordt collectieve ruimtelijke meerwaarde mogelijk. De waardering van de jury voor Orange Architects strekt zich uit over uiteenlopende aspecten. Stedenbouwkundig wordt de ligging op de pier maximaal uitgebuit. De architectuur van het gebouw zelf is krachtig en ook de kwaliteit van materialen en afwerkingen zijn van een hoog niveau. Het concept van de canyon met houten hellingbanen en galerijen is in ruimtelijk opzicht spectaculair en bezit de hoogste belevingswaarde. En ook de daktuin vindt de jury zeer geslaagd. Jonas biedt een optimistisch perspectief op de mogelijkheden van een nieuwe collectieve bouwcultuur in een dicht bevolkte stad. Orange Architects geeft een vanzelfsprekend en bijzonder antwoord op het actuele woningvraagstuk. De jury heeft na de editie van vorig jaar de Kunstwerf in Groningen opnieuw genomineerd. Ook in deze editie van de Abe Bonnema-prijs springt het boven andere inzendingen uit vanwege de eigenzinnigheid en de hoogwaardige integrale kwaliteit. Het vereist lef en moed om als architect eigen kaders en prioriteiten te stellen bij een dergelijke opdracht. En daarbij moet ook de kwaliteit van de opdrachtgever worden genoemd. Als gezantkunstwerk heeft de Kunstwerf een stuk van de stad gehackt waarbij stedenbouw, architectuur en landschap zijn geïntegreerd. Het ensemble van gebouwen en openbare ruimtes is op sublieme wijze ingevlochten in het stedelijk weefsel. En Art de Vries en Donna van Milligen-Bjelke presenteren de onafhankelijke, informele wereld van theatermakers in een sterk ruimtelijk frame en maken daarmee het repetitieproces publiek. De uitgesproken theatrale architectuur zwart-wit met een hoog grafisch gehalte vormt een schitterend decor voor ontmoetingen tussen deze kleurrijke gebruikers en andere stadsbewoners.
Naar het oordeel van de jury is de kunstwerf een prestatie van uitzonderlijke, hoogwaardige architectonische kwaliteit die toekomstige generaties inspireert en tot voorbeeld strekt. En ook de Groenmarkt, het woningbouwproject in het hart van de Amsterdamse Jordaan, is een royaal project. Royaal naar de stad, royaal in verhoudingen, royaal naar bewoners. De stedenbouwkundige configuratie is zorgvuldig en dat levert een vanzelfsprekend nieuw beeld op. Het gebouw in de Singelgracht van architect Ronald Jansen is rijk en gevarieerd, met veel oog voor biodiversiteit. Waardering heeft de jury voor de strategische keuze om het blok aan de Marnixstraat van architect Bastiaan Jongerius typologisch en morfologisch in te passen in de 19e-eeuwse stadsstructuur. Ook zijn we gecharmeerd, natuurlijk, van het fantastische dak- en duinlandschap naar ontwerp van landschapsarchitect Harry de Jong met wuivende planten, helmgras, een schelpenpad en een meesterlijk vormgegeven zwembad. Het is knap dat vrije sector en sociale woningbouw hier onzichtbaar met elkaar gecombineerd worden. De architecten doen meer dan wat er van hen wordt gevraagd, architectonisch, sociaal-maatschappelijk en door biodiversiteit te integreren in het ontwerp. Groenmarkt is daarmee te beschouwen als een optimistisch voorbeeld van vernieuwing in de woningarchitectuur. Nou, namens de jury dank aan alle kandidaten voor hun welsprekende rondleidingen en inspiratie. En ook dank aan de jury. Ik heb hier de envelop. Ik geef hem graag aan Ut Nijpels. Dank u wel. Alsjeblieft. Dank u wel. Ja. Mag ik aan de genomineerden vragen of zij hiervoor... Ja, dames en heren, daar is het moment. Ik vind het een redelijk afschuwelijk moment altijd. Ik zou geen keuze durven te maken, maar ik ga de winnaar aan u voorleggen. Ik weet het zelf ook niet, hè, voor alle duidelijkheid. Dus ik ben volkomen objectief. De winnaar van de Abe Bollema Architectuurprijs 2023... is geworden Art de Vries en Donna van Melken Bjelke. Techniek gaat altijd mis. Mag ik aan de genomineerden vragen om die niet in de prijs ervan te gaan zitten weer? Kom je een beetje naar het midden toe?
ik ga niet meer in die mooie poëtische bewoordingen. Het viel mij op trouwens dat jullie af en toe een aarzeling hadden over wie het nou moest overnemen of niet. Was het niet goed gerepeteerd of niet? Of vond je dat hij af en toe te lang aan het woord was? Hoorbaar? Nee, ja, je bent het is hoor. Eigenlijk altijd te lang aan het woord. Dus daarom had ik heel veel slides. Maar toen ging ik opeens ook heel veel vertellen. Dus toen dacht ik, misschien moeten we weer een beetje die kant op gooien. Zo ging het. Mag ik even vragen? De hoeveelste keer is dit dat jullie meedoen aan een prijs? Aan deze prijs? Een prijs. ja, jezus. Moeilijk? Ik weet het niet. Deze prijs? Kunt tweede keer. Even... Ja, nee, aan een prijs bedoel ik. Niet deze prijs. Aan de architectuurprijzen. Dit jaar denk ik een stuk of vijf. Zo. Ja, met de kunstwerf hebben we gewoon overal ingezonden. Ja. Maar waarom vraag je het? Ben je dan bijna part-time bezig om iedere keer uit te leggen hoe mooi jullie gebouw is? Ja, we rijden heel veel naar Groningen. Ja. Jij bent er ook vaak bij. Wat zei je? en leg dan nog eens, probeer ons eens uit te leggen. De ergernis vooral, je hebt nu gewonnen, dus dat is mooi. Maar de ergernis als je niet wint, wat denk je dan? Domme jury? We hadden een afspraak gemaakt dat we het hier niet over gingen hebben van tevoren. We kunnen niet zo goed tegen ons verlies. Dat is wel een probleem. Ja. We gingen vandaag betere verliezers zijn. Dat is het enige doel. Ik ga jullie de prijs overhandigen. Als jij nog dingen in vast had. De prijs 50.000 euro vind ik een hele mooie bestemming voor. In ieder geval een compliment voor jullie prachtige gebouw in Groningen. Ik heb zelf een paar keer in andere capaciteiten mogen bekijken. Maar ook een compliment aan alle andere genomineerden. Want we kunnen denk ik over één ding eens zijn, dames en heren, vanmiddag. Dat als het gaat over de kwaliteit van de architectuur in ons land, dat er ook afgelopen jaren weer fantastisch is gepresteerd. En we hopen dat dat ook doordringt tot al die rare hoofden die van plan zijn kunst- en cultuurbeleid in ons land af te gaan schaffen. Gefeliciteerd jullie. Ja. En dan is nu het belangrijke moment. Ik begrijp dat Art altijd te lang aan het woord is. Maar wie gaat het bedankwoordje spreken? Nou. Oh ja? Ga je gang. Nou. Ik neem de check wel. Ja. had misschien toch even over na moeten denken. Abe, Marcella, bedankt. Dat als eerste. Ik normaal altijd aan de voetballer vragen ze nu, als je iets gewonnen hebt, van hoe voel je je nou? Karel Popper die zei volgens mij van, het is onze morele plicht om optimistisch te zijn. Maar het is lastig om waar we nu leven, waar we zijn, om ons optimistisch te gedragen. En dan gaat het niet alleen over architectuurbeleid, maar ook. Daardoor, wij hebben de tentoonstelling hierboven gemaakt. De tentoonstelling Boijmans in het Rijks. En aan het eind van de tentoonstelling wilden we toch eindigen met een optimistische boodschap. En we hangen daar twee schilderijen tegenover elkaar. Eerst de Toren van Babel, toonbeeld van optimisme en overdaad. En we denken dat de mens het wel oplost. Aan de andere kant hangt een kleine tekening van Goya. Die net tekende, net na de Spaanse oorlog rond 1810, van een dansende vrouw met castagnetten, die blij is met zijn lot. En dat zijn wij nu ook. Ik ga nu het eerste exemplaar van het boekje wat we uitbrengen, dat ligt straks ook voor u klaar, ga ik overhandigen aan Marcella Bonnema. Ja, we kunnen Abe zelf niet meer bedanken, maar via jou willen we in ieder geval Abe danken voor dat voortreffelijke initiatief wat hij destijds heeft genomen. Marcella.
Dames en heren, we gaan eindelijk aan de drank. Het werd tijd. Het is 5:00, het is vrijdag. Dus het is al mooi geweest. We gaan eerst nog een aantal foto's maken. Ik zou willen vragen aan alle genomineerden of die hier willen blijven. Want we gaan nog wat oorkondens uitdelen en wat foto's maken die voor de publiciteit zijn bestemd. Ik wil u allen hartelijk danken voor het feit dat u de moeite heeft genomen om naar deze prijsuitreiking te komen. U ziet ons volgend jaar weer en dan gaat het over de jonge architecten. Plezier dat we met zoveel mensen hebben kunnen genieten van zoveel mooie prestaties. Ik wens u nog een plezierige avond en een plezierig weekend. En ik hoop u de volgende keer weer te zien.